Hi, Walter. Hi. Hey, Ali. Hi, hi. Zo, sta je geluid zo hard of is het bij mij? Nou, misschien dat ik wat hard roep. Ik zal even kijken. Zijn er wat mensen binnen zo te zien? Zijn er mensen binnen? Ja, zo te zien al een man of Michiel is er al. Dus Sorry hoor, ik ben er al. het druppelt vol al. Hey Michiel. Hey. Nou, bedankt hè voor vanmiddag, was keurig. Ja, ik dacht laten we nou even een mooie, laten we hem even afmaken. Ja, prima. Ik heb er nog een paar dingetjes bij gezet en is klaar nou. Ja, tuurlijk, joh. Nee, leuk. Wout, ik heb dat schema wat je Ja? liet zien, heb ik niet. Ik kan nog Oh. steeds niet bij die website. Als je het even kunt mailen of. Ja, doe ik. Ik mute mezelf even en ik kom even naar je via de. Ik heb geloof ik geen achtergrondje of zo, maar dat geeft niet. Ah, joh. Kunnen we alles ook zien? Ja. Vandaag sta jij gewoon op de voorgrond, Adrie. Ja, nou ja. Het gaat er meer om wat er achter me gebeurt of niet gebeurt. Maar. Je kunt ook Nou. kiezen met wie je alleen wil praten Ja. eventueel. Hè? Ja, we hebben nu geluid Ik weg. zie Ja. mezelf nou. Oh ja, nu wel. Ja, oké. Okay. Oh, dat bootje is net in het zicht. Ja. Nou, dat is keurig toch? Ja, joh. Ja. Ik kan het nog wel een beetje draaien. Dan zie je. Het spul hierachter ook nog Oh, wel. ik ga dit even uitzetten. Dat kan hier bij jou niet ook. Hoi. Nee, wij wilden alleen een Wouter goeiedag zeggen, maar die is helemaal in gedachten. Ja, die is. Hey. Netwerkmanager vanavond, dus die heeft het veel te druk. Illegale, We zullen hem illegale. niet afleiden. Ja. Hallo allemaal. Hey, ja, hoi. Oh, jij hebt ook wel een staartje, Adrie. Ja, Hi, Mams. ik heb het een beetje weg moeten stoppen. Ja. Is Deze. niet iedereen even blij mee, maar dat maakt verder niet uit. Had belangrijker dingen te doen. Ja, zo is dat. Wouter, ik heb die applicatie van NordSales. Ja. Heb ik er ook openstaan, dus die kan ik er zo bij pakken. En pak ik gewoon mijn eigen PowerPoint. Ik heb je nu co-host gemaakt, dus je kan zelf de PowerPoint draaien als je wil, Adrie. Oké. En ik heb Okay. Ik heb hem openstaan, dus ik kan gewoon weer starten. de laatste versie heb ik ook nog als backup staan.
Ja, oké, ik dacht ik zal hem even doorsturen. Dan heeft iedereen hem. Je weet maar nooit. Als ik hier van mijn stoel val, dan kunnen jullie verder. Ja, kom op zeg. Ja, nou dat gebeurt niet, maar ik bedoel maar. Wouter? Mag ik Wouter even vragen of hij akkoord is als wij hem, opnemen? Hij wordt opgenomen. Hij wordt opgenomen. Ja. Hij wordt opgenomen. Oké. Okay. Wat goed is. Ik zal even kijken. Ik zal even de share stoppen. Ja. Alles wat nu al daar loopt, wordt opgenomen. Jemig, wat lopen er een hoop mensen binnen aan. Wat leuk. Oké, leuk. En Adrie. Ja? Je kan als het goed is gewoon het share screen overnemen. Ik heb even twee inleidende dia's voor zometeen, voor de inleiding. En daarna kan je gewoon je eigen PowerPoint eroverheen gooien door te sharen. Oké, dan zet ik eerst even de PowerPoint aan. Je kan ook ingrijpen als nodig is nu. En dan share screen. Dat is dan screen 1. Oké. Hoe doen we het verder? Jij welkom heten en dan ik de rest doen? Of, Ja, zoiets. Ja, oké. En dan doen we het gewoon zoals gisteren. Jij doet je verhaal en kijken wat er via de chat binnenkomt en daar proberen we antwoord op te geven. Ja, ik had vanmiddag die pen nog willen gebruiken. Ik denk van misschien kan ik er ook nog iets mee, maar dat moet ik dan later nog een keertje. Doen we de volgende keer, Adrie. Ik zal die laserpointer aanzetten. En de rest dan maar gewoon met de pijltjestoets doen. Hè? Ja, dat is goed. Michiel, heb jij een beetje zicht op de chat? Ja. Geen nieuws in de chat. 31 mensen al binnen. Leuk. Dus we gaan ons 35, 38 van de vorige webinar gaan we wel verbeteren. Ik denk het wel. Het is, ik heb er 5 voor. Die chat die zie ik zelf niet, hè? Nee. Ga daar ook niet naar kijken, Adrie. Laat die gewoon uitstaan voor jou. Nee, dat is waar. Nee, oké, ja. Je hoeft je alleen maar op je presentatie. Dat is misschien wel zo handig. Ja, oké. En als ik verder niks hoor, dan praat ik gewoon door. Precies. Ja. Oké. Zijn we allemaal al liggen we lang te slapen en dan ben jij nog steeds aan het praten. Oh, dat kan niet zo moeilijk zijn, hoor. Als het over zeilen gaat, dan... ja. Ja, snurk. Ja. Jo, hallo, goedenavond. Willem van der Waal hier. Dag Willem. We zijn nog een beetje aan het repeteren, begrijp ik. Precies. Oké. Okay. Rustig verder. Ja, dat dachten wij ook. Maar we wel ik heb nu gezet dat hij op de spreker staat. Zeg. Ja. Nou, we gaan maar. Okay. Dat je ook op fullscreen staat hier al, hè? Ja. Als het goed is, moet je die andere wel kunnen zien. Ja, dan moet je hem gallery zetten. Ja, maar dan gaat hij nou automatisch op spreken? Ja, dan gaat hij automatisch op spreken. Want ik zet hem meestal op speaker. Ja, maar dan zou ik op mute aanhouden. Oh, shit. Oh ja. Iedereen heeft gemute. Nog een keer. Nee, nog een keer. Zo. Oké, Adrie, je moet jezelf even je microfoon weer openzetten nu, want ik heb iedereen gemute, alvast. Oh, zo weer wijzer, hoor. Dag Wouter. Dag Michiel. Ja. En dan weer opnieuw share? Nee. Ik heb hem nu nog openstaan. Die kan jij share, Adrie? Share screen, opnieuw dan? Ja, doe maar.
Ben je? Nee, hè? Wat zie je nou? De presentatie is in beeld, Adrie. Presentatie? De presentatie is in beeld. Oh, oké. Okay. Alleen je moet nog even naar de presentatie. Ja, heel goed. Oké. Okay. We zijn te vroeg. We hebben nog 4 minuten. Ik, Adrie. Oh, ja, ik zie dat, ja. Ik ga zo meteen even openen hoor, voordat je mag starten. Sorry, wat zei je? Nee, ik ga zo meteen nog even openen voordat je mag starten. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ik gooi jouw share nog een keer eraf. En dan moet je hem er zo meteen nog een keer overheen zetten. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik zet deze er even op. Nou, 46, 47. Jongens, volle bak. Nou, het ziet er goed uit. Stoelen bijzetten. Ja. Zet, we hebben een nieuw record, jongens. Ja, leuk. Ja. Dat nog goed. ...49, zullen we de 50? Nou, wauw. Wilma zegt dat ze wel beeld heeft, maar geen geluid. Maar dat klopt, hè? Ja, we zeggen ook niet zoveel. Maar misschien dat even iemand via de chat een reactie kan geven of het geluid goed doorkomt of niet. Ja, Petra is al iets anders, zie ik. De hele familie Zuid is aanwezig, denk ik, zo zag je zo. 60. Echt waar, ja? Ja, Adrie. Ah, dankjewel. Nou. Ik heb het klokslag 8 uur. Ik denk dat we gewoon zachtjes aan gaan beginnen. Iedereen komt als het goed is met gemute microfoon binnen. Welkom allemaal bij de webinar Trim met Ali van der Velden. Ali heeft de afgelopen weken druk geschaafd aan een presentatie om ons wat meer te gaan vertellen over het... Over het wel en wee van het zeilen met de Marion en de trim van de Marion en hoe we de mast erop zetten. Ik zal hem uitzetten. Hij gaat ons meenemen door zijn presentatie heen. Vooraf hebben we 2 vragen gekregen, die zal ik zo meteen nog even neerzetten. We hebben een paar spelregels vanavond. En de spelregels zijn, wat mij betreft, camera's en microfoons zoveel mogelijk uit. Dat geeft gewoon een betere performance van de presentatie. Zorg even dat je naam herkenbaar is. En dat kan als je in het veld participants in de balk gaat staan. En dan kan je via de more-knop kan je eventueel je naam aanpassen. Als je vragen hebt, stel ze zoveel mogelijk in de chat. We proberen ze mee te lezen en ook te beantwoorden in de chat. Je mag ook op elkaar antwoorden. Als we denken dat er een vraag is waar we wat mee kunnen, dan gaan we die even naar voren halen. En dan vraag ik misschien even om erin te komen. Nou, we hebben tussendoor nog een korte pauze. Dan kunnen we thee drinken en kunnen we misschien nog even gezellig kletsen. En niet onbelangrijk is, de webinar wordt opgenomen. Dus we kunnen hem ook straks terugkijken. Nou, voor ik het woord aan Adrie ga geven, hebben we 2 vragen binnengekomen. We hebben een vraag gekregen van Menno over hoe ga je om met de trim in het kruiszak. Nou, lees de vragen zelf. En ik had ook even een vraag aan Menno zelf, maar misschien wil je er even inkomen. Menno is, je hebt het over vlagerige wind. Kan je dat toelichten even? Eerste vraag. Nou, weet je, je kunt natuurlijk je zeilen op een bepaalde manier trimmen als een wind hard is. Maar als je continu je trim wilt bijstellen, je kunt je overloop continu gebruiken. Je kunt misschien ook met die bakstag steeds gaan spelen als je dat goed regelt. En ik vroeg me eigenlijk af hoe Adi dat zelf deed.
Ja, nou... Ik snap hem. Nou, Ali snapt hem. Dat scheelt. We gaan eerst naar de presentatie kijken en dan denk ik dat het goed is om aan het eind er even op terug te komen. En ik had een vraag gekregen van Govert. Nou, ik denk dat je vraag wel aan bod komt, maar ook daar komen we even op terug straks. Ik ben wat dat betreft klaar. En Adrie, wat mij betreft mag je de presentatie erin gooien en mag je starten. Nou, prettige avond allemaal. Oké, je kan me horen? Ik hoor je prima. Oké. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie zoveel zijn. Ik zie hier al 72 staan, dus dat is al superveel. Even kijken naar de presentatie op zich. We hebben toch echt een poosje over gedaan om dat allemaal in elkaar te stoppen. We hebben ons gerealiseerd dat het misschien wel een beetje veel gaat zijn. Dus we moeten misschien wel een klein beetje hier en daar haast maken. Er staat ook wel het een en ander ingeschreven. Het leuke is natuurlijk dat de PowerPoint-presentatie gewoon terug te lezen is. Dus, of tenminste, die wordt later op de website gezet. En dan kan iedereen op zijn gemakje nakijken. Dus wat dat betreft is dat mooi. Ik zie nou even niet, Wouter, waar ik... Je moet nog even de share opnieuw opstarten, Adrie. Dus je mag nog even de share-knopje PowerPoint opstarten. Oh, ja, ja, oké. Ja, oké, dank je. Oké, eigenlijk nog even terug naar het vorige. Adrie, je hebt nu je presentatorscherm staan. Je kan nog even je volledige scherm erin slepen misschien. Moet ik dan opnieuw sharen? Dat weet ik niet. Share screen? Ja. Deze? Perfect. Yep. Ja? Dat is hem. Oké. Mooi. Nou, deze foto is... heel toevallig van ons drieën. Wij zijn nou vanavond een beetje de hoofdrolspelers. En deze foto is gemaakt, ik geloof vorig jaar november of oktober. De laatste goofies. En het is afgezien dat het sowieso een mooi plaatje is. Is het ook wel leuk om hiermee te starten. We gaan even met de volgende sheet even terug naar hoe het begonnen is. Moet ik even kijken. Oh ja, oké, dat doet het. Wie ben ik? Nou, heel veel mensen kennen mij wel, maar voor de mensen die mij dan niet kennen en misschien ook geen eens weten wat ik dan hiervoor allemaal heb gedaan. Want ik heb eerlijk gezegd nog niet zo verschrikkelijk lang de IF. En waar ik hem in de tussentijd eigenlijk wel een beetje verliefd op ben geworden. Gewoon vanwege dat hij er zo mooi uitziet. En dat hij dan ook nog zo heerlijk vaart. Maar als we even naar dit plaatje kijken. Ik ben begonnen met een 4EM. Dan praten we inmiddels van 40 jaar geleden. Ik ben pas beginnen met zeilen op mijn 30ste. Maar we zijn nu inmiddels 40 jaar verder. Dus in die tussentijd kan je best wel wat leren. Ik ben begonnen met een 4EM. Die heb ik ongeveer een jaar of 2,5 gehad. En dat smaakte naar meer. Toen hebben we een valk gekocht, een echte toevalk, een echte breinzeil toevalk. Die had ik natuurlijk nooit moeten verkopen, maar ja, oké. Zo gaan die dingen. Als er dan kinderen komen, dan wil je wat groter. Daarna ben ik gaan varen met de Zeton. Ik heb dat tussendoor nog even een klein bootje gehad, maar daar wil ik het eerlijk gezegd liever niet over hebben. Met die Zeton ben ik begonnen met wedstrijdzeilen. Alles wat je nu ziet is allemaal Veersemeer. Denk ze ook die Zeton ook, denk ik. Maar Oosterschelde is dan dichterbij, lekker dichtbij. Als je met zo'n Zeton gaat varen, dan praat je het over Deltaweek en dat soort zaken. Toen was de Goofies. Nou, nog net niet, denk ik.
maar na 4 jaar wilde ik toch meer en beter en sneller en leuker enzovoort. Dan heb ik een J24 gekocht. Dat is een verhaal op zich geworden. Die heb ik uit België gehaald en dat was een avontuur op zich. Niet dat dat zover is, maar nou, het verhaal er rondom, dat vertel ik misschien ooit nog wel een keer. Daar heb ik 11 jaar mee gevaren. Ook heel veel achter de auto gehangen. En door heel Nederland gecrossed. Muiden, Medemblik, heel veel geweest. Scheveningen, noem het maar op, Breskens uiteraard. Daar heb ik echt te leren wedstrijd zeilen. Je wordt daar ook een klein beetje brutaal van. Als je niet brutaal bent, daar, dan kom je zeker nergens. Dus mochten mensen daar enige herkenning in vinden over mijn manier van varen, dan zou dat zomaar kunnen dat het hier al ligt. We steken het gewoon op die J24. Toen wilde ik toch na een loop van tijd toch eens wat anders. De kinderen wilden wel mee en toen kochten we een Tempo. Dat is een finishbootje, eigenlijk heel interessant. Die heb ik niet zo heel lang gehad, omdat ik daar toch mijn ei niet in kwijt kon. Maar achteraf misschien toch wel jammer, want er zat al wel heel veel potentie in. Een heel bijzonder ding. Een metertje of 8, ietsje langer denk ik. Die heb ik denk ik 1 jaar of 2, 3 gehad. Toen met de First gaan varen. Die heb ik nieuw gekocht in 2003. Die heb ik 13 jaar gehad. Daar heb ik echt alles mee gedaan wat kon. Van hard varen en ja, noem het maar op. Zeezeilen en heel veel wedstrijden mee gevaren. Zoveel dat eigenlijk de familie dacht van nou, jij vaart maar lekker op jezelf. Maar wij gaan wel lekker wat anders doen. Die meiden die waren ook wat ouder geworden. Deze boot heb ik een paar jaar geleden dan verkocht. Naar een Pool. Die hebben we ook naar Polen gebracht. Dat was ook op zich wel een leuk reisje. Toen dacht ik even zonder boot te kunnen. Toen heb ik een poosje bij Hans Boeschoten gevoegd om wat aan die Volvo 60 te doen aan de Boat Dragon. Dat was op zich ook heel leuk. Maar na verloop van de tijd begint het al wel heel veel op werken te lijken. Dus ik denk van nou, misschien is het toch wel leuk om iets voor mezelf te hebben. En ik wilde graag iets kleins. Iets wat makkelijk alleen te varen is. En het moest vooral een mooi bootje zijn. Nou ja, dan kom je vanzelf op deze. Toch? Zal iedereen met me eens zijn. Nu even over het verhaal van vanavond. Want zo'n Mariholm is dan wel ook wel zomaar een bootje, maar ook niet weer zomaar een bootje. De eigenschappen van een langwieletje. Het is weliswaar niet zo'n grote boot, maar doordat het een langwieler is en eigenlijk op zich ook wel na vanavond de lengte, de grootte, toch ook best wel wat zwaar, heeft het toch zo'n beetje zijn eigen eigenschappen van varen. Ten eerste natuurlijk omdat het een boot is die toch ook al, nou, wat was het, 15 jaar geleden of zo ontworpen is. Dus dan heeft dat niet de eigenschappen die je nu zou hebben als je zo'n bootje zou bouwen. Dus dat heeft er dan ook al mee te maken waarom we over dingen gaan praten zoals die mast. Dat is toch wel een heel belangrijk onderdeel. Dus dat gaan we straks eerst even goed behandelen. Dat is misschien voor mensen die het niet zo heel erg interesseert. Misschien wel een beetje veel, maar ik denk dat het in de loop van de avond wel duidelijk gaat worden waarom dat zo belangrijk is en waarom je de dingen doet zoals ik vind dat het moet. Want je mag het ook best wel helemaal niet met me eens zijn, dan hoor ik dat ook graag, ook leuk. Aan de hand van dat verhaal heeft dat natuurlijk ook te maken met de zeiltrim. Nou is dat op zich niet zo vreselijk anders dan met andere boten, behalve dan dat je met helling te maken hebt. Dat is bij deze boot weer net even wat anders. Sowieso kan ik je vertellen als de First 31.7. En zeker ook met een J24. Maar als je daar 25 graden helling mee had, dan vloog je er gelijk uit. Met allebei.
En dan kan bij deze kan je nog wel eens zeggen van, nou ja, oké, dat kan je allemaal wel hebben. Of het zo goed is, nou ja, daar gaan we het straks over hebben. En over de gewichtstrim, nou ja, dat is op zich natuurlijk ook wel een dingetje. Waar zit iedereen, waar laat je alles? En als de boel heel erg schij gaat, enzovoort. Plat voor de wind, hè, dat is dan in de wedstrijden altijd mooi om te zien. Dat er niemand echt op het voordek gaat zitten. Dus dat is dan... ik ben eigenlijk al het verhaal aan het vertellen wat op de volgende sheet staat. Maar niettemin, als je dit nog eens later terug wil lezen, dan is dat eigenlijk het verhaal over die zijlijnschappen. Ja, dit is dan, wordt dan een beetje vergeleken hier met regenbogen, draken en contessa's. Ik moet eerlijk zijn, 10, 15 jaar geleden dacht ik heel anders over die boten dan nu. Ik kijk nu naar de contessa van, god, het is toch wel een leuke boot. En het vaart ook nog wel verschrikkelijk goed. Nou, daar dacht ik 10 jaar geleden echt anders over. Maar goed, het kan verkeren. Nog even wat hier in het midden staat, dat de boot ondertuigd is. En is een opzet lijnheerig, dat is een belangrijk gegeven. Voor datgene wat we vanavond gaan laten zien. En dat is dan ook de reden dat vooral wedstrijdzeilers de mast anders gaan zetten zijn. Je moet weten hoe... Het is eigenlijk verbazingwekkend hoeveel je kan met zo'n boot. En zeker door de mast anders te plaatsen. Dat het gedrag verandert. En dat je dan natuurlijk door je trim er ook nog eens een heleboel mee kan doen. Ik heb het er hier ook nog even bij gezet. Als je er als stoelzeiler geen zin in hebt, nou, dat mag. Maar in ieder geval, wat we vanavond doen is gewoon datgene laten zien en horen hoe ik over dat zeilen denk met die boot. Dit bootje dus. Dit zijn foto's van heel in het begin, dat ik nog bezig was om de master op te zetten. Je kan zelfs, denk ik, nog wel een beetje zien. Hier zo, dat die Furlex, die zat erop. Die zat erop toen ik hem gekocht heb. Je kan ook zien dat alles eraf is. De zeeleiding heb ik eraf gehaald. Ik had er ook een buiskap bij. Dat ligt allemaal nog netjes bij mij beneden in de garage. En ik gooi het niet weg. Maar ik gebruik het eigenlijk niet. Die Furlex is er ook afgegaan. Ik heb nu al een furler, maar het is een onderdekser. Daar gaan we het verder niet over hebben, hoor, want over beslag willen we het eigenlijk vanavond maar niet al te veel hebben. Het gaat meer om het systeem en om de gedachte erachter. Even kijken, hoe ga ik weer terug? Nog een keer klikken, Adrie. Ja. Oh ja. Okay. Misschien kan je je laserpointer aanzetten, dan kan je wat dingen illustreren. Ja, oké. Okay. Ja. Met deze foto wil ik vooral laten zien hoe recht de mast staat. Er komen straks foto's. En ik bedoel het dan niet recht in de zin van recht als potlood. Dat is ook wel zo. Maar dat hij dus echt een behoorlijk recht op de boot zelf staat. Dus in de langsrichting. En dat komt door het... Ja, hier staat het voorlek. Dat is een foutje van mij. Dat moet zijn het voorstag. We praten in de heel veel boten. En vooral die van mij, want ik heb zeilen van Noord. Maar heel veel boten worden eigenlijk getuigd volgens de trimguide van Noordzeils. En er wordt aangeraden om de voorstaglengte 8,40 meter te maken. Deze was dus 8,23 meter. Dus er moest 17 centimeter bij. Dus toen ik dat hier op de werf vertelde, zei die werfbaas, nou, dat gaat niks worden. Want en dat is ook wel een beetje waar, want door het voorstag met 17 centimeter te verlengen, dan had die top, nou, denk ik, 30 centimeter naar achter. Dat kan je straks ook op de volgende foto's wel zien. En je kan ook zien bij deze foto dat hij ook mooi kaarsrecht staat.
Dat is een oude Proctor-mast. Flexibele mast. Ik ben er eigenlijk best wel heel tevreden mee. Want ik zie bijvoorbeeld op die boot van Wouter, dat is een Saudeen. Prachtige mast, maar die is veel stijver. En dan is, ja, zeker als je dan uit het wereldje van de J24 komt, dan is dat wel heel fijn, want die had ook zo'n lekkere flexibele mast. Maar hier kan je zien, ik weet niet of jullie dat zelf zien. Even kijken of ik kan inzoomen. Ja, hier kan je zien, er zitten hier, gewoon een talie heb ik gemaakt, van 17 centimeter, dus dat die boot dan... Die mast die staat nou een stuk achterover. En ik heb later, want bij die onderdekse vuller hoort ook een voorstag. Dus die is gewoon 8,40 meter. Oh ja, je kan het hier eigenlijk beter zien. Ja. Ja. Kijk, hier zit gewoon een stukje aanmaakt. Maar dat was toen ik hem nog gewoon en zo aan het optuigen was. Oké, dus dat is... oh ja, en wat er nou bij staat. Omdat hij zoveel achterover kwam. Dan krijg je natuurlijk hier zo. Daar gaat hij weer. Op de achterste spanners, dus van de topwand. Dat de onderwand, dat ging wel. Maar op dat topwand, dat kwam dus... Ik had over bijna. Dus ik heb er eerst andere spanners opgezet. Dat kon nog, want dat waren een andere configuratie. En toen heb ik later gewoon de hele verstaging vernieuwd, gewoon inclusief spanners. Dus dan heb je daar natuurlijk geen last meer van. Maar dat is toch wel een redelijke consequentie. Moet je natuurlijk ook wel goed naar kijken. Mocht je ook die plannen hebben, als dat nog niet gebeurd is. Nou, alle wedstrijdzeilers die vanavond kijken, die zullen dat min of meer waar we gedaan hebben. Dit is even het plaatje wat er gebeurt. Nee, want het is ook nog een klein beetje, niet alleen dat je het doet, maar ook waarom doe je het. En dan kan je op dit plaatje aardig goed zien. Dit is dan die rechte mast die ik eerst had. En dit is dan de mast die ik nu heb. En je ziet dat zeilpunt behoorlijk naar achter geschoven is. En dat heeft er alweer mee te maken dat je loefgierigheid behoorlijk vergroot. Wat ook heel makkelijk kan, wat eigenlijk ook moet. Dat de boot in principe, doordat die mast zo naar voren staat of rechtop staat, de boot is eigenlijk gewoon een beetje leeggierig. Op dit plaatje doen ze het meten, maar ik heb daar een andere methode voor. Ik weet dat er op de kennisbank een beschrijving staat van dat je dat inderdaad met een wegje en zo doet. Maar er is een veel zuiverdere en eigenlijk ook, vind ik, een makkelijkere methode voor. Ik heb dat ooit ergens opgedijkeld, ik weet echt niet meer waar. Het is heel simpel. Dit is de Genoa-val. Deze. Dus je pakt tussen duim en wijsvinger. Het val. Ter hoogte van de zwarte band. Dat is de plek precies bovenkant giek. Als die erop staat, op de beste boot staat er wel een zwarte band. Niet altijd. Want dan kan je altijd op deze plaat nog zien dat het is 70 centimeter, dus zeg maar 700 millimeter plus nog 10 speling, marge, boven dek. Op de plaats waar de mast staat. Maar niettemin, de methode is dan ter hoogte van de zwarte band, die zwaai je naar voor, dus naar de voorstag toe. Dat markeer je, doet er een tapeje op of een lijntje omheen. En dan meet je de afstand van die plaats tot aan het aangrijpingspunt van het voorstag. Dus niet op dek. Dat is dus gewoon de pen van je voorstag. Bij mij is dat veranderd omdat ik een furler heb daar. Maar de meesten hebben nog gewoon
Vosdag dat huisje, zeg maar, met die pen. En als je dan dat gat van de hart op hart meet, dan is dat uit mijn hoofd, ja, 132 centimeter. En dus dat is exact precies dat gegeven dat je, want die masten zijn allemaal hetzelfde. Die zwarte band is overal hetzelfde als het goed is. Dus dan is deze afstand gewoon 132. Is die, er zijn, ik heb toen eens een keer op een middag op de Braas, en daar lagen daar toen zo'n 7, 8 van die IF'tjes. Dus dan heb ik heel sneaky al die boten even nagemeten. Maar de meeste zitten op die afstand hoor. Er zitten er wel een paar bij. Ik meen die van Menno. Die was ietsje minder. Maar dat scheelt dan ook maar een paar centimeter. Dus in ieder geval niet meer die, die grote afstand van de oude situatie. Ik heb nog een vraag. Is het bij een Mariholm 32 ook gelijk? Die afstand bedoel je? Ja, hoe of wat kan ik die vinden, die maten? Ja, dat weet ik niet. Oké. Ik heb het nou zuiver over de... Het zou wel kunnen dat... kijk, bij de IFE is dit natuurlijk ook zo. En ik ben niet 100% zeker of het bij de M26 ook zo is. Ik weet wel dat het tuig zelf uitwisselbaar is. Maar of dat daar ook zo werkt, met diezelfde afstanden. Nou, dat zouden we gewoon moeten nameten. Want, maar die M32 is natuurlijk een totaal andere boot. Dus die maten zullen niet kloppen. Dat is wel duidelijk. Kijk, het principe is natuurlijk wel hetzelfde. Maar die zijn ook te vinden. Die zijn ook ergens te vinden, die maten. Ja, is een goede vraag. Weet ik niet. Ik weet het gewoon niet. De handen er al. Ik denk dat we dat even moeten parkeren en voor je uitzoeken. Maar dat ongetwijfeld zal Michiel of Wouter dat even opschrijven. Schrijf het op Aad. Overigens... Schrijf het op Jacob. Oké. Okay. Dan heb je nog een andere... rechte mast, dus dat is in dwarse zin dat de boot precies rechtop staat. Nou zit dat natuurlijk wel heel overdreven plaatjes, maar in ieder geval het is de bedoeling dat die mast gewoon zo precies rechtop staat. Ik denk dat iedereen dat wel snapt, omdat je natuurlijk dan over de bakboordkant anders gaat zeilen als over de stuurboordkant. Dat kan. Ja, dat kan de bedoeling zijn, maar normaal gesproken is dat natuurlijk niet zo. Dan hebben we dat we de mast recht op de boot zetten. Dus in de zin dat die dus evenwijdig aan de linkerkant en aan de rechterkant staat. Dus er staat hier een methode bij dat je met spinakkerval de boot omtrekt. Er staat hier 20 graden bij. Nou, ik weet niet of jullie dikwijls aan je... Ik maak de boot van onder wel eens schoon en dan trek ik hem wel eens een beetje om. Maar je trekt hem niet zomaar en dan is mijn boot nog leeg. En je trekt je boot niet zomaar 20 graden om, hoor. Dus ik denk dat dit niet zo'n hele fijne methode is. Bovendien, het is ook veel makkelijker, het staat hier ook. Je zet hem wel recht. Dan komen we op het volgende plaatje, komen we erop hoe je dat het makkelijkste doet. Er zijn uiteraard van allerlei manieren, maar ik heb daar denk ik toch wel een methode voor bekeken die toch wel goed gaat werken. Dat je zet eerst de mast recht, dus dat doe je dan uiteraard met de topwand. En je trekt de onderwand trek je bij, dus dat de mast recht blijft. En dan hebben we het nog niet over pre-band of wat dan ook. Dat is dan weer een ander verhaal. Maar ik denk dat de makkelijkste oplossing is. Je kan natuurlijk met allerlei
spanningsmeters gaan werken. Dat doe je natuurlijk als wedstrijdzeilers doen we dat wel. Maar dat is een verhaal op zich. En dat is ook een beetje voor de, voor de bühne. Ik weet wel dat bij die 1,24 werd er heel omzichtig met die spanningsmeters rondgelopen. Het is allemaal heel belangrijk. Maar als je nou gewoon een klein beetje... zeker als je zo lang zeilt als ik zeil, dan heb je aardig door hoe dat eigenlijk gaat. En dan heb je niet per se een spanningmeter nodig. Maar als basis is het wel goed. Maar in ieder geval, je gaat gewoon zeilen. Met de windkrachtje 3, 4. Dus pak een beter knopje van 12 tot 15. En dan hangt op een gegeven moment je stag los of niet. Als die los hangt, dan trek je hem daar pak beet, 4 slaan, draai hem aan. En dan ga je overstag en dan doe je het de andere kant precies hetzelfde. Tot die recht is en dat die stagen met deze wind, zo windkrachtje 3, 4, niet of nauwelijks loshangen. Dus niet, zeker niet zwabberen. Bij windkracht 6, dan... is dat weer een heel ander verhaal, maar dan ga je ook niet zitten trimmen. Kijk, dit is die methode die ik dan gebruik. En begint ik dat met een meetlint, dat kan natuurlijk nog. Maar ik heb dat eens ergens gezien. Die deed dat met een heel ingewikkeld en duur weegapparaat. Maar dit is gewoon een Unster, die koop je voor 5 euro, denk ik, bij de Gamma of de Praxis. En je hangt hem dan even op zijn kop, want dit is een oogje. Ik wijs ernaar, maar je moet het wijzen even met de laserpointer. Dit is een oogje, dus als je die sluiting dan even hier aan doet, in plaats van aan dat haakje. Want de eerste keer dat ik dat deed, dan hing dat aan het haakje. Nou, je snapt precies wat er gebeurt natuurlijk. Als je dan naar de andere kant gaat, dan ben je je unster kwijt. Maar ik heb hier op 5 kilo, geloof ik, gewoon een markering gezet en dan trek je dat aan. Dus dan heb je over allebei de kanten precies evenveel kracht nodig om die lijn aan te trekken. Ik heb dat in het begin ook wel gedaan met gewichten en erop gaan staan en met een lus en zo. Maar het is veel eenvoudiger. En dat kan misschien eens... een millimeter schelen, maar dat zal ook vast niet veel meer zijn. Dus dan heb je in ieder geval, er staat de mast recht op de boot. Dat is nog wat anders dan de kromming van de mast. En dan hebben we het hier over pre-bend, dus over de voorbijging. Dus hoeveel voorbijging wil je hebben? Of mag je hebben? Ga je varen? Want er staat hier inderdaad bij van... Je hebt een bepaalde weersverwachting. En dan kan je met veel wind... mag je best wat krommere mast hebben dan met weinig wind. Ik kan me voorstellen dat toerzeilers zeggen van... ik zet de mast erop. En zoals die erop staat, is het oké. En dat is ook prima. Maar... wedstrijdzeilers zijn natuurlijk zeuren en ik ben misschien dan wel de grootste. Want ik wil dan gewoon weten wat voor weer wordt het en hoe staat de mast. En bovendien ook nog eens belangrijk, wat voor zeil heb ik. Want er komen straks plaatjes van mijn tourset en van mijn wedstrijdset. Nou, dan zie je aan dat wedstrijdset echt wel dat het een heel ander zeil is dan mijn tourset. En dat is natuurlijk ook belangrijk hoe is het gemaakt? En als je een wedstrijdset koopt, bij welke zeiler dan ook, zeilmaker, dan heb je natuurlijk toch gewoon te maken met hoe gaan ze dat maken en hoe zet jij het erop? Als jij een zeil wat gemaakt is voor een kromme mast op een rechte mast zet, nou, dan heb je een heel ander zeil dan de zeilmaker eigenlijk had bedoeld. En andersom. Dus dat is echt wel een dingetje. Nou, Adrie, kan je even inzoomen op dat plaatje met die pre-bend en dat je kan zien wat de dieptelijnen in het grootzeil doen, bij welke stand van de mast? Dat is misschien wel leuk om dat te illustreren. Oh ja, ja.
Ja. Dit bedoel je? Dit bedoel ik, ja. Ja, oké. Okay. Ja, nou, je kan hier duidelijk zien dat die, als je hier wat meer mastbijging hebt, met precies datzelfde zeil, dat die, vooral dat profiel, kan ik niet terug naar mijn laserpointer zetten. Nee, dat kan niet nu. Nee, oké. Okay. Maar in ieder geval hier zo, die dingen zie je wel, hè? Mijn, ja. Ja. In ieder geval dat dit profiel totaal verandert, nou is dit behoorlijk overdreven, maar dat is precies de bedoeling. Je kan niet precies zien wat er eigenlijk gebeurt. En dan moet je uiteraard weten wat voor mast je hebt en wat voor zeil je hebt en wat er bij elkaar past. Adrie. Ja? Als ik er zo naar kijk, hè, dan is die donkere schaduw, dat is dan het zeilprofiel met een mast met meer preband. En die lichtere schaduw is als de mast rechter staat. Klopt dat? Ja, ja, ja. Ja, dus je ziet wel dat dat profiel met die mastbijging natuurlijk veel vlakker is dan met die rechte mast. En dan komen we daar straks ook nog wel even op, want dit is toch wel precies het dat is eigenlijk het hele verhaal. Dit laat eigenlijk precies zien waar. Dit is wel een van de belangrijkste dingen van vanavond, denk ik. Behalve dan dat we met die telltales nog een heleboel kunnen doen en met die trim. Maar de diepte, dus het profiel van het zeil, is eigenlijk het meest belangrijke van het hele verhaal. En dat is dan nu bij het grootzeil duidelijk zichtbaar, maar dat hebben we straks bij bijvoorbeeld de Genoa, is dat natuurlijk ook het verhaal. Hè? Je moet... Als je goed wil zeilen, moet je altijd een profiel in gedachten hebben. Daar krijgen we straks nog plaatjes van, hoor. En dat is toch wel heel belangrijk. Je moet altijd blijven kijken naar je profiel. En als je met veel wind met zo'n diep profiel gaat varen, dat kan wel. Maar dan moet je verschrikkelijk hard aan je zeil gaan trekken. Dus dan overbelast je het eigenlijk. En dan ga je waarschijnlijk ook je doek nog eens stretchen. Tegenwoordig is zeil kan eigenlijk wel natuurlijk heel veel hebben, ook op het huidige dakron, ten opzichte van vroeger de slappere doeken. Het heeft ook te maken natuurlijk met hoe de finish van het zeil is. Maar in ieder geval, dit is toch wel een heel duidelijk verhaal ten opzichte van je rechte of je kromme mast. En die kromming van de mast kan je natuurlijk op verschillende... Maar de preband is er één van. Dus dat wil zeggen de voorbijging die je zet voordat je gaat zeilen. En waar je dus onderweg bijna niks aan kan doen. Behalve in noodsituaties. Maar kijk, je kan hier ook wel aardig zien wat precies de bedoeling is. Hier zou dat dan... staan geen afstanden bij, maar ik geloof... Dit komt nog uit de oude trimguide van de IF. Denk ik centimetertje of 3. Dit is ook een rechte mast, maar dan juist aan de andere kant. Dus dat de groef precies helemaal recht staat. Dat is echt wel belangrijk. En dat kan je regelen door je wanten en je begint natuurlijk dan met de topwand precies evenwijdig te zetten. En dan doe je met je onderwand, maak je mast recht, zo simpel is dat. Beetje erbij, beetje eraf, en nog een keer en nog eens een keer kijken. Ik kijk altijd en van voor en van achter, omdat het ene soms net even anders is dan de andere kant. Ik heb het ook wel eens gehad. Overigens doe je dit als... de giek eraf is, of in ieder geval niet hangt. Dus je lag je even op dek of op de zijkant van de kuip. En je achterstag helemaal los. Hè? Dus dat is een helemaal onbelaste mast. Behalve dan de staag, de wanten en het voorstag. Dit is van de zijkant, dus dat is die zogenaamde preband. Dus je kan... Dit is mijn mast, die heb ik gisteren nog gefotografeerd, of eergisteren kan het zijn geweest.
Dus die staat behoorlijk recht. En dit is dan met een behoorlijk achterstag. Niet verschrikkelijk veel. Niet helemaal tot eind, want dan kan hier nog iets verder. Ik heb eigenlijk verzuimd om een foto te maken met pre-band. Dat had ik eigenlijk best wel kunnen doen, want dan kan je zien. Want dan gaat niet alleen dit, want je kan goed zien dat je in dit geval, met die rechte mast, die heb nu alleen de achterstag aangetrokken, dat je alleen de bovenkant krom trekt. Wat heel goed is als je een beetje wind krijgt, dat de bovenkant van het grootzaad een beetje uitwaait, dan gaat de druk daar wel behoorlijk wat uit. Maar je kan je voorstellen, als je, dus dan laat je de, dus het onderwand, laat je dan juist een beetje los. Dus het klinkt een beetje tegenstrijdig. Of je kan ook natuurlijk de topwand strakker aandraaien. Dat is ook een idee. Als het echt hard gaat waaien, is dat misschien een beter idee. Maar het gaat er even om dat je pre-band veroorzaakt. En dat je dan de onderwand, die laat je een beetje lossen. Dus dan gaat die mast wat krommer staan. Nou, je wil niet weten hoe, dan krijg je echt een kromme banaan. En dat is natuurlijk van grote invloed op het profiel van je grootzaal. We hebben het nog steeds over het grootzaal. Adrie. Sorry? Adrie, mag ik dan concluderen dat als er meer wind staat, dat je eigenlijk dat je meer pre-band wil hebben in je mast, zodat je je grootzaal vlakker kan trimmen? Ja, dat is een keuze. Ja. Dat hoeft niet. Mm-hmm. Normaal gesproken, net als met die boot van mij en zoals met die boot van jou gevaren hebben. En normaal gesproken kan je tot pakken beter windkrachtje 5, 6. Kan je al die krachten wel kwijt. En dan kan je met je achterstag, zeker met jouw mast, want die is natuurlijk nog een redelijk stijve mast. En bovendien, jouw grootzeil is lang zo diep niet als dat van mij. En dan kan je dat natuurlijk allemaal wel handelen. Bovendien heb je natuurlijk nog een overloop en je kan nog je hebt nog een kunningen met een onderlijkstrekker. Dus er zijn heel veel instrumenten waar je daarmee kan. Maar stel dat je morgen wil gaan varen, dan heeft ze windkracht 7, 8 af. Nou, dan zou ik hem maar gewoon even lekker laten bijgaan vast. Dan ben je dat in ieder geval maar kwijt. Tenzij je natuurlijk helemaal dicht gaat even, maar okay. Je weet inmiddels dat ik daar niet zo'n fan van ben. Die laat ik even zien. Dat was nog de oude situatie. Ik heb nu een cascade met allemaal van die schijfjes achter elkaar. Hier loopt het nog naar binnen. Achteraf bleek dat toch niet zo fijn te werken, dus dat heb ik nu veranderd. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben er ook nog niet helemaal tevreden mee. Maar zo blijven mensen gewoon lekker bezig. Bij deze is die bijna helemaal aangetrokken. Je ziet hier de laatste markering. Dus echt tot op het eind. Bij deze is die praktisch helemaal los. Want hier zie je deze markering hier. Die zie je hier geen eens. Dus, en die afstand is toch niet veel meer dan, pak een beetje, 30 centimeter of zo. 25, nou, zeg maar 30 centimeter. Dus dat wordt dan hier bovenin in die vork nog een keer gedeeld. Dus zo heel veel is dat eigenlijk ook niet. Want je zou denken, nou, ga ik eens even flink trekken. En dat doe je ook wel. Maar die afstanden zijn eigenlijk helemaal niet zo groot. Dus dat betekent dat je toch heel gauw best wat effect kan bereiken. Oh, we zijn al aan de. Gaan we goed? Ja, nou. Grappig. Je zit, okay. Heel mooi, je zit heel mooi in de tijd, Adrie. Het gaat. Okay. Nou, misschien leuk om naar dit plaatje te kijken. Dat is natuurlijk ook nog eens een keer onze kampioen. Daar heb ik het niet voor gedaan, maar het is wel een heel mooi plaatje. En hier kan je nou eigenlijk precies zien waar we het vanavond over hebben. En. Ja, ik kan hier nog wel een minuutje of 10 over praten. Zo van, ik zie hier en ik zie daar wat. Maar ik ga even een kopje koffie drinken en even iets anders voor mezelf doen.
En kunnen jullie naar het plaatje kijken en misschien onderling wat sjouwen. En ja, dan, dan zien we elkaar straks. Helemaal goed, Adrie. Ga even een boek halen. Laat de presentatie gewoon staan. Als mensen even willen kletsen of kop thee of ook naar het toilet, doe je best. En wat mij betreft gaan we met... om 9:10 verder. Dat is over 7 minuten. En voel vrij om je microfoon open te zetten en even gezellig te kletsen met elkaar. Ik zie dat er inmiddels nog 79 mensen binnen zijn. Er waren net al meer dan 80, dus echt een waanzinnig goede opkomst. Hartstikke leuk. Ik weet niet of iedereen aan het koffie drinken is. Nou, ik niet. Even mijn cameraatje aanzetten. Ik ben het niet helemaal eens met een aantal dingen die Adrie gezegd heeft. Ten eerste, het achterover laten hellen van je mast. Hij wil de boot wat loepgierig laten zijn. Ik heb al geleerd dat sturen is remmen. Dus ja, hoe meer je aan je roer moet trekken, hoe slechter het is. Dus ik zet het liefst mijn mast zo, dat die eigenlijk neutraal tot een tikkie loefgierig is, dat je met je pink als het ware kan blijven sturen. Nou, dat kun je gewoon afstellen, maar dat is helemaal afhankelijk van hoe je zeilen natuurlijk gesneden zijn en waar het zeilpunt zich bevindt. Op het moment dat het zeilpunt en het lateraalpunt exact boven elkaar zitten, is de boot neutraal. Zit het zeilpunt daarachter, dan is die loefgierig. En zit het zeilpunt naar voren, dan wordt die leefgierig. Moeilijker is het niet, jongens. Ja, toch gaan al die marihons met die lange voorstagen wel altijd knetterhoog hagen. Ik bij de start frustreer ik me wel eens, vooral als Hans Zwart voor me zit. Of in de buurt zit. Ik denk van potverdorie, hij gaat misschien wat minder hard. Maar je gaat wel hoger, voor mijn gevoel, met zo'n langere voorstag. Ik ben het niet helemaal eens, maar... Het is simpel wat we kunnen. Dus ja. Ja, nou ja, goed. Misschien is het zo dat als de boot loefgierig is, dat hij automatisch na elke golf de neiging heeft om iedere keer weer een paar centimeter te pakken. En dat helpt in het hoger varen. Maar ik twijfel eraan, eerlijk gezegd. En wat betreft die pre-band, ja, dat is gewoon hoe je zeil gesneden is. Als je je mast verder met rust laat en je trekt je achterstag niet aan, dan zit er een bepaalde kromming in je mast. En diezelfde kromming moet je zeilmaker weten, want zo snijdt hij zeg maar het zeil. En op het moment dat je meer kromming erin gaat doen, dat is hetzelfde als dat je een touwtje aan twee punten vasthoudt. Op het moment dat je je handen uit elkaar betrekt, dan gaat dat touwtje minder doorhangen. Dus, dat is simpel gezegd wat er met je zeil ook gebeurt. En het achterovertrekken van de top van de mast, dat heeft tot gevolg dat de afstand tussen zeg maar, het achterlijk, de top van je mast en de achterkant van je giek, dat die in principe dichter bij elkaar komen, waardoor je meer twist in je zeil krijgt. Dat is volgens mij zoals de theorie is volgens de boekjes. Maar ik ga Adrie verder niet te veel in de wielen rijden. En ik ga het wel verklappen natuurlijk, want je moet blijven winnen natuurlijk. Ja, maar je gaat natuurlijk wel, als je je top onttrekt, dat je dus een vlakker zeil krijgt, iets verderop natuurlijk. En omdat er veel wind staat, wil je juist dat hij van boven, dat hij dus loost. Ja, klopt. Ja, je krijgt meer twist, dus je boven draait je weg. Ja, en dan... Dit plaatje ook wel. Ja, en dat is daar dat het over had, want alleen met harde wind... Hij praat zelf over winkelrecht 6, 7, 8. Dat je dan dus, hoe zeg je, iets echt specifiek aan je mast kan vertellen. En bij hem staat hij dan ook zo getremd, dat hij voor zijn zeil, en die heeft wat een dieper snee zeil, begrijp ik, dat hij daar zo veel meer moet spelen, als hij dus wat stugere mast had. Ja. Ik heb een Marigold 32, dat is een hele dikke paal natuurlijk. En ik kan hem dus, hoe zeg je, ook...
7 centimeter kan ik hem inhalen. Als ik me vol op de trek natuurlijk, dan kan ik het iets achterover krijgen. Maar dat scheelt wel met veel wind. Ja. Maar voor de rest hoef ik er nooit wat aan te doen eigenlijk. Tot dan winkel of 4, 5. Ja. Ja, met die IF kan je eigenlijk gewoon blijven varen, 5, 6 ook nog. En als je dan... maar het gaat om optimaal bij Adrie, hè? Adrie wil optimaal zeilen. Ja. En die gaat dus, denk ik, een stap verder, wat wij allemaal willen. Wat doet hij er nou voor om die stap verder te doen, dat ik niet doe? Ja. En dus, maar ik luister graag naar Adrie en ook naar jouw verhaal, want ik kan me eigenlijk helemaal ook vinden natuurlijk. Van, het is gewoon van, ik ben een toerzeiler die graag af en toe zijn wedstrijdje zelf voor zijn plezier. Ja, maar ook met toerzeilen heb je er plezier van. Want als je op een gegeven moment, natuurlijk als die boot loefgierig begint te worden en met harde wind, dan kun je heel makkelijk door je achterstag aan te trekken, wordt hij wat rustiger op de roer en is hij wat makkelijker in de hand te houden. En zit niet de hele tijd aan je roer te trekken. Ja. Als ik hem niet zichzelf kan laten varen met Marion 32 en ik moet mijn roer los kunnen halen, dan moet hij gewoon zijn weg kunnen vervolgen. Ja. Zo moet ik kunnen trimmen. Dan ben ik tevreden. Ja. Nee. En natuurlijk, en hoe meer hij met je mars speelt, hoe speelser je boot wordt. Zeker. Ja, toch wel vervelend. Ik heb te veel wedstrijdzeilboeken gelezen. Ja. Ik dacht eigenlijk ook van, joh, lekker neutraal op het roer was ik altijd helemaal tevreden. Als hij helemaal neutraal was, dacht ik van, nu zit ik goed. En het voelt ook zo lekker, hè? Dat je denkt van, ah, dat is ook Marion zeilen eigenlijk wel. Een beetje dat gevoel. Maar toch... toch zeggen al die zeilboeken, joh, die boot moet een beetje loefgierig zijn aan de wind. Ja, een beetje. Dan pak je wat meer hoogte. Een beetje, ja, klopt. Ja. Maar het is wat anders dan dat je echt continu aan je roer zit te trekken natuurlijk. Ja, nee, dat wil niemand. Als je aan je roer moet sleuren, ga je per definitie langzamer. Absoluut. Dan heb je zoals Rino op een gegeven moment je hele helmstok in je hand. Nee, je moet niet vergeten natuurlijk, wij hebben langskielen. En langskielers heb je natuurlijk uit, dus je roer iets uitzet. Dan onder water maak je natuurlijk profiel dan. En dat is met een ander roer is dat minder. Wij maken al profiel met ons roer. Dus ik geloof eens als je iets om zeggen met loefvoerigheid eruit moet halen. En dat die weg wil gaan en daar iets in je roer moet trekken. Dat is wel goed voor je stabiliteit natuurlijk. Dat is wel zo. Maar ik vind het ook niet zo prettig zeilen. Jongens, we gaan het weer overnemen. Ja, nou... Ik ga nog een opmerking maken over loefgierigheid. Loefgierigheid wordt door meer bepaald dan de positie van je mast alleen, Hagen. Ja, dat hebben we allemaal behandeld, jong. Tuurlijk, ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Adrie, je neemt de laatste slok koffie en neem je het stokje dan weer over? Ja, oké. Okay. En mag je eerst vertellen waarom die zeiltjes zo mooi op de Sister Ray staan op deze foto? Nou, omdat ze, ten eerste is dit een splinternieuw setje, denk ik. Die hebben ze toen, dat is zeker een foto uit Hellevoetsluis. Dit is een Haagwoord setje volgens mij. En ik, dat is dat nieuwe setje toch, dit? Als ik het goed heb, heeft hij alweer een ander voorzeil. Het is Hellevoetsluis, dat zie ik aan de achtergrond. Ja, volgens mij is dat Hellevoetsluis. Dus toen hadden ze dat nieuwe setje, hadden ze toen ook al. En het staat er natuurlijk gewoon perfect op. Je kan hier ook wel heel mooi zien dat je... Kijk, het is natuurlijk een hartstikke mooi bootje, maar het is natuurlijk toch gewoon een ontwerp van zoveel jaren terug. Als je natuurlijk hier zo naar die verstaging kijkt, ik denk als je dit bootje nou opnieuw zou ontwerpen, gewoon dit model, omdat het zo mooi is, dan zou je denk ik die verstaging gewoon een beetje meer naar binnen zetten. En dan zou je die Genoa veel hoger, dichter kunnen zetten. Als je van bovenop zou kijken, dan is dat bijna een beetje asymmetrisch. Hè? Want de manier van zeilen is ook al... daar gaan we het natuurlijk straks dan ook nog wel over hebben. Dat je de achterstag aantrekt om hoog te kunnen varen met je Genoa.
Dat is even belangrijk hoor, wat ik nou zeg. Dat je als je van wel, sorry. Ik heb nog een vraag van, als je zeil voor je verstaging blijft, kan je alsnog met een aparte lijn, kan je die naar binnen trekken hoor, dat is gewoon mogelijk. Want ik heb dat bij mij bevoordeeld, die komt niet ja, nee, maar we hebben het nou over degene waar deze, die komt... Ja, dat ging je niet, ja. Die kan je gewoon naar binnen trekken met een apart lijntje nog. Dat kan toch niet? Deze, ja, deze zet gewoon tegen het stag aan. Oh, dan niet, dan kan het niet. Nee, als hij voor het stag blijft, kan het wel. Ja, oké, okay, maar dan praat je niet over degene waar. Dan heb je de Fok. Ja. Ik heb zelf zo'n race dip, daar hebben we straks nog even over. Dan kan je gewoon tussen de 5 en de 10 graden hoger mee varen. Of je harder haalt tussen de 2. Maar het is echt, als je, bij harde wind is dat fantastisch hoor. Maar oké, daar komen we nog op. Wat ik aan het vertellen was, als je je trekte, want dat hebben we in Zweden, Michiel en Wouter en ik zijn, wanneer was het, 2018 of zo, 17? Naar Zweden geweest. En toen wisten we al dat je iets met de overloop moest, maar we wisten eigenlijk nog niet precies waarom. En een beetje smoezen met die Zweden na een paar dagen, daar zijn ze wel een beetje aan je gewend. Dus er kwamen er toch wel wat dingetjes los en toen kwamen we erachter dat het eigenlijk de bedoeling is dat je met het achterstag het voorstag, als het ware rechter trekt, dus dan kan je met degene maar hoger varen. Maar omdat je het achterstag aantrekt, trek je eigenlijk de eerste power, dus de meeste power, trek je uit je grootzeil. En daarom is dat grootzeil zo diep, zoals ik het heb. En wat je bij de meeste wel denk ik, heb. Ik weet alleen niet of die van Hahoort ook zo diep zijn als die van Noord, maar goed. Dan zou natuurlijk de moeite waard zijn om daar eens naar te kijken. Maar in ieder geval, dat is het verhaal. En daar is ook gewoon de hele spul op berekend. Maar omdat je dan de power uit je grootzeil trekt, daarom staat die kar zo hoog. Ja, die staat hier gewoon boven het midden. En omdat Giek dan een beetje min of meer in het midden staat. En dan is het spelen met je grootschoot. Om hier zo te zorgen dat die telltale die hier zit, vooral deze is heel belangrijk, het grootzeil, dat die nog af en toe uitwaait. Het hoeft niet 100% uit te waaien, maar toch wel meer dan de helft. Mag ik daar wat over vragen, Adrie? Ja. Want ik zie inderdaad iedereen altijd varen met die giet echt krankzinnig in midden en die overloopwagen best wel hoog. Ja. Maar dat heeft wel tot gevolg dat je, en dat zie je hier ook, dat je de onderkant van het zeil, die trek je bijna dicht. Ja. En die telltale, die doet het dan dus ook niet meer daar, zeg maar. Je bedoelt de telltale hier? Ja. Ja, maar dat is fout. Want waarom moet, want je zei even, daarom trekken we die giek zo hoog. Maar waarom trek je die giek nou zo krankzinnig hoog? Nou, de zij erbij, ja, die foto komen we straks nog tegen, die... En dat was ook juist, want ik kan me nog herinneren dat Michel, dus de Janssen, die hadden toen een setje van Grand Segel. En die zijn daar toen ook in Hellevoetsluis mee gaan varen. En straks hebben we een foto dat hij dat ook zo heel hoog vaart. En dat was ook de kritiek die hij wel kreeg. Bovendien voerde hij niet zoveel harder, wel heel hoog, maar niet harder. En je kan natuurlijk met het hele... Dit is nou precies het hele samenspel wat ze op de zesde race goed kunnen. En dat is nou precies het hele... Want je kan wel zeggen van ja, ik trek het achterstag een beetje aan. Maar wat is een beetje? En wat is te veel? En wat is te weinig? En dat is nou precies de combinatie, want het is dan de kunst om dan inderdaad die overloopwagen een beetje naar boven. En wellicht weer staat hij bij mij helemaal van boven, maar dan is de grootschoot los. En dat toch al die telltales, vooral deze, maar die zit natuurlijk toch de meeste vierkante meters, dat die ook goed uit blijven waaien. Nou, dat is een kunst op zich. En dan heb je nog een Genoa ook. Moet dat ook allemaal bij. Dus dat is best nog wel een complex verhaal. Goed, anders was er, als iedereen het kan, dan was er ook niks aan.
bij mij op die morgen om 32 moet ik hem echt, zeg maar, dus om zeggen dat het 40 centimeter over het midden zetten, wil ik mijn wind boven kunnen lozen met zwaar aan de wind. En dan toch dus dat ik nog redelijk recht blijf varen. En dan kan ik hem heel goed doen. En dan staat hij dus niet extreem strak natuurlijk mijn achterlijk. Want nee, dat is het ook nog. Nee, oké. En heb jij een toptij of een driekwart ook? Ook gewoon een driekwart nog. Ik, ja. Ik heb die Mario genomen met dat schuine voordak. Oh, net als Arno Dekker? Ik denk het wel, ja. Ik heb niet de Nederlandse uitvoering, maar de Zweedse uitvoering, zeg maar. Ja, oké. Okay. We gaan trimmen. Nou, we hebben eigenlijk al een stukje gedaan. Wat je allemaal kan aan trimwerk. En dan denk ik dat ik nog niet precies alles opgeschreven heb. Maar je hebt natuurlijk dan het grootzeil, heb je dan het val. Oftewel de kunningen. Nou ga ik er even aan voorbij dat er ook nog boten zijn, zeker op de EF, die met een beweegbare giek, dus een op- en neergaande giek, mm-hmm, werken. Dat is in principe hetzelfde als een Cunningham. Het systeem op zich is eigenlijk beter, maar het geeft weer zijn consequenties uit dan ook het onderlijk en de... de neerhouder wil verstellen. Dus ik heb mijn lummel gewoon gefixeerd. Want er zijn er ook bij die dan gewoon een beweegbare lummel hebben. Ja. Ja, dan wordt het natuurlijk wat ingewikkelder. Maar in ieder geval, dat is datzelfde. Je trekt dat onderlijk een eindje aan. Of je trekt het val aan. Of allebei. Dat kan ook gewoon. Je hebt het. Daar doe je dus de bolling van het grootzeil mee naar voren trekken. Als je het aantrekt. Het onderlijk kan je aantrekken. Dat neem je de onderkant van je grootzeil. Maak je daar strakker mee. De neerhouder. Die neemt dan eigenlijk een beetje de functie van de grootschoot over. Voor de wind is dat natuurlijk heel fijn dat die een beetje aangetrokken is. En dan heb je de schoot zelf. Dan heb je ook nog eens... de overloop, waar je een heleboel mee kan, vooral als het een beetje waait. Maar inderdaad ook als er heel weinig wind zit, want een aantal van ons, ik ook en Wouter en nog een aantal, die hebben zo'n automaat. Dat wil zeggen, dat is dan een windward-leeward overloop, die dus ook altijd naar loef kan trekken, zonder dat je daar iets aan hoeft te doen. Dat is heel fijn. Met mijn lichtweer, maar zeker ook mijn wedstrijden. En dan heb je nog een RIF. Nou, dat heb je me al horen zeggen. Dat is niet mijn favoriet. Ik denk als je gaat reven met deze boot, nou, dan moet het voor mij al zeker windkracht 7 zijn. Want dan ben ik natuurlijk al overgestapt op een fok. Hè. Zo gek ben ik dan ook nog niet. Maar ik zet aan de fok en dan met een strak grootzeil, nou, dan kom ik een heel eind en heb ik geen RIF nodig. En dat varen hartstikke fijn. Schoon feest. Dus dat RIF, bovendien heb ik daar ook niet zo verschrikkelijk veel ervaring in. Wel met andere boten, met die First, had ik dat ook altijd wel klaarstaan. De Genoa of de Fok, nou, dan heb je het Val. Of de Cunningham. Ik heb zelf geen Cunningham, omdat ik een onderdekse veuler heb. Daar kan het niet mee. Maar op de boot van Wouter, die heeft dat wel gemaakt. Nou, dat is toch wel heel super hoor. Daar kan je toch wel verschrikkelijk veel mee doen. Want dan heb je veel meer controle en ook direct en op de goede manier. Ik kan dat nog wel verder uitleggen. Er staat verder, komt dat in de presentatie niet verder voor. Maar misschien is het toch wel leuk om daar op een later termijn, Wouter, nog eens een keer wat over te... laten zien, ook gewoon in misschien in een filmpje of foto's. Want het is toch wel een leuke manier van trimmen. Dan heb je uiteraard de schoot. En dan misschien wel het belangrijkste van het hele verhaal, de slede van de Genoa, vooral van de Genoa. Ook van de Fok trouwens, maar vooral van de Genoa.
En wat je daarmee doet. Nou, dan heb je de achterstag, daar hebben we het al aardig wat over gehad, denk ik. Max Preband, wandspanning, achterstag. Dat hebben we eigenlijk al min of meer behandeld. Iedereen snapt nu wel, denk ik, het belang daarvan. De preband, de wandspanning. Dus als het harder gaat waaien, kan je wat meer wandspanning aanbrengen op je topwand. Maar ook aan je onderwand. Ik had het al over de J24. Ik heb toevallig vanmiddag nog zitten kijken op de trimguide van de J24. Maar ik had dat tegen Wouter gezegd. Dat we daar toen de tijd wel eens zo deden dat we de onderwand hard aantrokken. En de topwand losser. En dan krijg je leibuiging. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Om je lozing te krijgen in je grootzeil. Dan dat ook niet helemaal ongevaarlijk. Maar je krijgt er natuurlijk een heel slap leiwand. Dus dat werd toen niet zo heel veel gedaan. Maar het werkt wel. Maar dat zijn allemaal dingen. Dus ik noem het maar even wat je daar allemaal kan doen. En je achterstag uiteraard aantrekken. Dat is natuurlijk dan wel de meest voor de hand liggende. En dan in combinatie met preband en de trim van je Cunningham enzovoort. Nou, dan kom je een heel eind. Nou, dan heb je natuurlijk aan trimoptie ook nog eens het gewicht. Bij ons op de boot, zeker mijn boot, want de meeste wedstrijdboten zit niks in. De meeste van mij ook niet. Dus daar kan je niet zo heel veel dingen mee. Ja, je hebt daar een ankertje liggen, maar dat ligt natuurlijk ook net voor de mast. Zware onderdelen. En als het kan, varen we zonder buitenboordmotor. Dus daar hebben we ook geen last van. En dan heb je ook geen benzine mee. En allemaal dat soort dingen. Voor toezeilen is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar het is absoluut een feit dat bij de EF, dat daar alles wat je van achter hebt aan gewicht, dat dat toch wel gewoon van invloed is, in negatieve zin, op de snelheid. En even over de verschillende zeilen. Ik heb al gezegd, dit is mijn toolset. Die zat erbij. Best een goed setje uit een zeilmaker uit Sneek. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat is best een net setje met redelijk licht doek, maar voor om te toeren is dat heel fijn, lekker soepel doek. Ik heb er zelf nog een paar vestjes in gemaakt voor mijn telltales, want dat vind ik dan toch ook wel weer prettig om daar wat makkelijker op te varen. Dit is dat grootzeil. Dus dat is dan het ene zeil wat ik kan nog net zien dat er nog reef kneut. Nou, toen zat het er nog reef. Die zal ik er vast wel uitgehaald hebben, want daar ben ik niet zo van. Even kijken. Ja. Hier zitten ze nog aan, maar die zijn er vast al af. Ik denk dat ik één of twee keer met een gereefd grootzeil heb gevaren. In het begin even om te kijken. Maar iedereen zegt van dat die bootjes zo tegen met heel veel wind kunnen. Nou, dat kunnen ze, dat is in ieder geval bewezen. Een van de eerste wedstrijden die we deden was, in ieder geval Michiel was erbij, ik weet niet of Wouter erbij ja. Was. Was op de... Markermeer? Nee, bij mij. Markom? De Goofies. Op de Goofies, ja. Ja, nou, toen waaide het echt knetterhard, hoor. Met kracht 6, 7 makkelijk. Ik weet nog dat we... Maar toen had ik wel een Ieren Riff in. En wel met dit, dan heb ik nieuwe grootzeil voor gebruikt, want dat vond ik dan toch een klein beetje ring. Ik denk van nou, je weet het toch maar nooit, want dat is denk ik een van de laatste keren geweest dat ik dat gedaan heb. Maar in ieder geval, dat het bootje veel wind kan hebben, dat is absoluut een feit. En dat is gewoon echt een feestje om mee te doen. Dus ook met dit zeil. Er zit alleen geen Cunningham in. Ik denk dat ik die nog een keer bij ga maken, want dat mis ik toch wel heel erg. Want dan ben ik toch wel heel erg gewend.
Nou, hier heb je dan mijn favoriete grootzeil. Nou, ik neem aan dat jullie allemaal zien dat dat een groot verschil is met die andere. Uiteraard is het dan ook wel zo genomen dat je dat dan ook wel duidelijk ziet. Maar niettemin is duidelijk te zien dat, dat hier heel veel profiel in zit. En dan ook met diezelfde rechte mast. Dan heb je qua diepte best wel wat over als je gaat trekken aan het achterstag en als je het voorlijk strak trekt. En dat kan ook weer wel makkelijk met dit zeil. Dit is dan met Genoa erbij. Dit is een radiale snit, is een heel mooi zeil. Maar ook heel, heel diep ten opzichte van dat andere zeil wat we daarnet zagen. Hier, Adrie, als je naar de diepte van je zeil kijkt, hè, waar kijk je dan precies in het zeil? Ja, nou kijk je natuurlijk, hier ligt de boot aan de kant en dan heb ik de zeiltjes erop getrokken en dat is zo'n beetje halve wind. Dus dat is niet echt zuiver natuurlijk. Kijk, hier zit, eigenlijk moet je dan naar dit zeil kijken en dan ook nog niet vanaf hier. Ik denk dat we die nog tegen, ja, kijk. Nou, hier heb je hem. Kijk, dit zijn, ik ga wijzen, dat ziet natuurlijk niemand. Jawel, dat zien wij met je licht. Dat zien jullie wel, oké. Maar kijk, dit is het, hè. Hier ben ik aan de wind aan het varen. En er staat niet zo heel veel wind. We pakken een beter knopje of 10 uit. En je kan eens kijken, dit is ook heel mooi dat je... het val zet je zodanig dat... dat je nog net die leuven ziet trekken. Dus dan heb je een vlakke entree. Dan komen we straks op die profielen, zien we dat nog wel even terug. Hoe belangrijk dat zou kunnen zijn. Dat is niet altijd zo, maar met dit weer. Dus zeg maar tot een knoopje of 15. Ja, ietsje minder, zeg maar 13. Dan mag je dit makkelijk hebben. Als je wat meer... zeker ook op de Oosterschelde, als je per ongeluk wind tegen stroom hebt, dan moet je gewoon wat meer power zetten. En dan haal je die vouwtjes er wel even uit. Maar dan, je moet toch naar dat profiel blijven kijken, want dat is gewoon het allerbelangrijkste. En dan uiteraard, hoe staat hij dan van achteren? Daar komen we straks nog wel op. Maar dat hij niet te veel uitwaait, hè? Dat hij van boven ook redelijk gesloten blijft, zonder dat hij natuurlijk die spleetwerking... waar we het er net over hadden met die boot van Verdaal, dat die daar zo mooi is, dat je dat natuurlijk de boel daar niet opsluit, dat je terugslag. Kijk, hier zie je eigenlijk een beetje het begin van terugslag. Zou kunnen dat het grootzeil niet helemaal oké aangetrokken is, maar in ieder geval, het kan ook zijn dat hetgeen waar gewoon iets te dicht staat. Nou, dan laat je de slede iets naar achter gaan. En dat is echt maar iets, hè? 1 tot mijn hoogheid 2 centimeter. En dat scheelt dan een heel stuk. Want dan, je moet dan maar eens op kijken. En als je dan aan de lage kant gaat zitten en je laat de slede gewoon... Meestal, ik heb een traploze verstelling, maar de meeste hebben dan 1 of 2 gaatjes. We doen maar eens 1 gaatje met dezelfde schootspanning. Dan zal je zien dat dat Genoa hier van boven, nou makkelijk... 10 centimeter open gaat staan. En ja, het is toch de truc om die zo dicht mogelijk te hebben. Omdat daar vaar je op. Hè? Hier, dit is de hoogte. Dit creëert de hoogte. De achterkant van je zeil, zowel van je voorzeil als van je grootzeil, dat creëert de hoogte. Daarom kan je met die rejib zo verschrikkelijk hoog. En die is niet alleen dat die strak staat, maar dat hij ook heel dicht kan staan en ook nog heel diep is. Ik heb geen foto van mijn rejib in zijn geheel, maar dit is de werkfok. Dus je kan zien dat hij nog best wat over heeft op de hijs. En hier, ik zal even bijhouden. Kijk, je kan hier zien hoe groot die afstand is tussen blok en schoothoek. Dat is hier nou makkelijk 20, 25 centimeter.
Nou, hier heeft hij ook behoorlijk wat over. En je kan zien dat hij hier bijna op het blok zit. En dan is dit nog de situatie dat, dat mijn fokkerrail, die heb ik later nog 5 centimeter naar voren gezet, omdat dit, die afstand was te kort en ik had geen ruimte om te manoeuvreren. Ik kon eigenlijk niet ook niet verder naar voren. Dus deze slede is nu 5 centimeter verder naar voren nog geschoven. Ik heb het de poosje alleen met Menno nog over gehad, geloof ik. En die heeft ook zo'n zeil besteld, heb ik begrepen. Nou, daar ga je heel veel plezier aan hebben. Maar je moet wel kijken, die zit zelfs hier. Die zit hier nog op een warteltje. Hier zit nog een sluitingje tussen zelfs. Dus dat was nodig om hem hier een klein beetje ruimte te geven. Ik heb er nu een stropje tussen. Dan kan je dan even wat preciezer aangeven. Bovendien is het ook wat fijner dan zo'n rammelend ding. Maar, en ik heb er ook speciale schoten voor. Die kan je denk ik wel al zien. Gesplitst. Dat oog is gelijk bijna aan de... Dus die is doorgehaald door het oog. Door de grommer. En dan weer terug. Dus dat die gelijk op het blok zit. Want anders dan kan je bijna... Die fok die schoot. En je kan ook zien... Die is zo... Die is echt over de mes overmaat. Die is zo maximaal gemaakt dat hij hier het staar raakt. Dat is alleen als hij in de haven ligt. Hoor, waaronder het zeilen heb je dat natuurlijk niet. Want dan staat er wat meer druk op. Nou, we hebben het gehad over profielen. Maar hier heb je er een heel rijtje onder elkaar. Dat is misschien achteraf gezien niet zo'n goed idee geweest om die allemaal tegelijk te laten zien, want het is misschien voor degene die niet in profielen denken, ik altijd wel. Ik kijk altijd eerst naar profiel, naar mijn zeil. En ja, dat zit gewoon in mijn hoofd gegrift, als het ware. En het is toch wel heel belangrijk dat je weet wat een goed profiel is. Kijk, je kan bij deze bijvoorbeeld al zien, die zit wel heel erg van voor. En je kan bij deze, ik had het er net over een entree, als dit nou je Genua is. Nee, laat ik het anders zeggen. Als dit nou je Genua is. En er staat wat spanning op je Genua val. En je laat dat een beetje gaan. Je moet het maar eens proberen met licht weer. En als je zeil goed gemaakt is, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel voorspanning er soms op staat. Want je hebt genoa's die met een lijkentouw gemaakt zijn. En er staat dan soms spanning op. Ja, dan wordt het lastiger. Maar in ieder geval met die zeilen die ik heb en ook die Wouter heeft, is dat niet. En dan moet je maar eens kijken hoe ver je kan gaan met als je... Even kijken hoor, maar die... Als je... Dus met dit weer. Dus als je dan nu nog je val in eentje laat gaan, dan wordt die vlakke kant, dit gedeelte, dat wordt langer. Dat is moeilijk sturen, want je entree wordt vlakker. Dus je kan ietsje hoger en dan ietsje, zeker wel een graad of 3, als je het goed doet. Maar je zit natuurlijk je groove, dus de bandbreedte die je hebt om in te sturen, die wordt veel smaller. Dus als je geen ervaren stuurman ben, dan is dat, maar je wil het wel worden, nou dan is dat ontzettend leuk om dat eens te proberen. En je zou zien dat dat soms best nog wel eens profijtelijk kan zijn. Het leukste dan dat je naast iemand vaart, of net achter, of net voor, dat je een beetje vergelijk hebt. Even kijken. Ik had even een vraagje. Regel je dat dan met je achterstartspanning of met je valspanning? Nee, met je valspanning. Oké, ja, helder. Ja, dus ik kan gewoon een beetje meespelen. Een beetje aan, een beetje los. Een beetje los. En dan praat je over centimeters. Hè? Tenminste, ja, zeker geen decimeters, maar zomaar 1 of 2 centimeter.
zeker in, want het zijn natuurlijk gewoon hele subtiele situaties. Als je je val, de mensen bij mij val, ik heb allemaal dilemma. Ik zou bijna zeggen, uiteraard, maar dat is niet per se, maar dan heb je wel de meeste controle op je zeil. Als je het 1 centimeter laat zakken in deze situatie, heb je al gelijk een heel ander voorzeil. Hoor. Dus dat is toch wel... Maar het is leuk om eens uit te proberen. Probeer het maar gewoon uit. Het kost niks. Zeker niet als je gewoon aan het toeren bent. Maar kijk, als die zeil er zo uitziet, dat is ideaal als je echt behoorlijk golven hebt. Nou, dit is ook nog vrij overdreven. Dan is dit zeil. Deze is eigenlijk wel een... Dit is eigenlijk wel een mooi profiel. Deze ook. Kijk, deze... je praat dan over voorzeilen en natuurlijk over die grootzeil. Ik denk dat je grootzeil misschien soms wel eens een beetje dit heeft of dat. Zo. Of ja, dit is ook een goeie. Ik weet ook niet wat er allemaal precies bij staat. Want daarom zeg ik ook, misschien had ik beter 1 of 2 profielen kunnen nemen in plaats van zoveel. Maar in ieder geval, als de boodschap maar duidelijk is, dat je vooral naar je profiel moet kijken. En dan kan je met dat spelen van die val, kan je daar best nog wel eens behoorlijk winst mee boeken. Maar je moet dan natuurlijk ook wel gelijk kijken naar de achterkant van je zeil, dat die wel bij de boot blijft. Adrie. Ja? Ik krijg op de chat een vraag van Jos. En die vraagt van, is een Cunningham op de GEMA daar geschikt voor? Ja, absoluut. Dat weet jij als geen ander, denk ik. Ik heb zelfs geantwoord, hij is daar denk ik voor gemaakt, voor dat stuk. Ja. En er zijn een paar boten die dat gebruiken. En dan kan je met een goede vertraging, kan je heel netjes doseren op die spanning van het voorlijk. En kan je dat is echt beïnvloeden. Ja. En vooral met heel licht weer is dat echt een heel mooi middel. Ja, en dat heeft vooral als voordeel. Kijk, want die kunning die zit dan hier. En je trekt hem als je hem, stel je bij me dit weer aan het zeilen en er komt meer wind. Hè? Want dit is natuurlijk dan een beetje, ja, noem het maar een speelwind, maar er komt meer wind. En je hebt zo'n Cunningham. Dan staat je zeil ook meestal wat hoog, want die staat er maximaal gehesen, althans toch op een bepaalde hoogte. Dan kun je met die Cunningham, dan trek je aan de... Dan heb je je zeil mooi staan, hè? Dus die sluit van boven bijna aan. Of kan pak een beetje een handje tussen, tussen 5 en 10 centimeter bij je zalingen. Van onder staat hij bijna tegen de verstaging aan. Althans bij de wedstrijd boten, als je zeereling hebt, dan staat hij gewoon tegen de zeereling of er bijna tegen. Mag er best tegen staan. Als hij niet te veel staat, de jotter er tegen, want dat vindt dat zeil niet fijn. Maar... als dat dan allemaal goed staat en er komt wat meer wind, dan heb je natuurlijk de neiging om te zeggen van ja, god, dat profiel dat wordt wat minder. Maar als je zo'n Cunningham hebt, dan trek je hier het zeil bij, terwijl de rest gewoon als het ware overeind blijft. Je krijgt wel meer spanning op je profiel, dus meer op je voorlijk, maar dat gaat de goede kant op en je trekt het naar beneden. Als je aan je val trekt, dan trek je dus van boven de boel dicht. Ja, dus dan gaat deze... Je gaat naar binnen staan en je schoot heeft de neiging om naar boven te gaan. Terwijl je met zo'n Cunningham op je Genoa, trek je hem juist naar beneden. Dus dan hoef je voor de rest eigenlijk niks te doen. Het is eigenlijk wel een hele mooie methode. Maar je moet er wel een beetje mee, dat hebben we al gemerkt, wel een beetje mee leren spelen. Maar het is wel heel leuk en heel effectief, dat sowieso. Oké, nou ja, op dat grootzeil is bezig precies hetzelfde verhaal qua profiel. Dat is dan natuurlijk nog ietsje makkelijker te beheersen, omdat je daar te maken hebt met de mast en de giek. Nou, dan krijgen we... Dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke zaken, maar die telltales... Ja, dat is natuurlijk een wonder van de techniek op zich. Is het natuurlijk gewoon een hulpmiddel. Maar je kan natuurlijk zonder telltales ga je ook varen.
Maar dan vaar je ook de voorkant van je zeil. Zo gauw dat gaat bewegen, dan vaar je te hoog. Maar als je dan niet te laag vaart, dan kan je dat weer niet zo heel goed zien. Dus daar hebben we gewoon telltales voor. En ja, in het begin zou je zeggen van, je kan er niet genoeg hebben. Dat is niet helemaal waar. Maar zoals je het dus hier ziet, op dit voorzeil, zijn er ook al heel veel. Maar er zijn niet zo heel veel mensen die een telltale op de achterkant van, maar dit is dan een high-spec fok. Voor zo'n high-spec fok is dat ook wel heel makkelijk. Al was het maar dat je er in het midden eentje hebt om te kijken of je profiel, of je de zeil, het zeil niet overtrokken hebt. Maar de telltales van onder zijn uiteraard belangrijk om op te sturen. Daar komen we zo nog even op. Maar die van boven, die zijn ontzettend belangrijk om te kijken of je schoot wel goed zit. Of dan je... Nou, daar krijgen we later ook nog een plaatje van. Dus daar kunnen we nog wel verder over hebben. Maar in ieder geval... dus een mooi... Kijk, je kunt hier mooi zien hier van... Even kijken, ja. Dus als je loef telltale zenuwachtig is of echt heel onrustig, dan vaar je te hoog. En dit is dan, die heeft een, aan de andere kant een bubbel, dus dan vaar je te laag. En als je het helemaal goed doet, dan streamen ze allebei. Nou, en dan is een wedstrijdzeiler, tenminste ik dan, zit ook wel eens hierop. Ik heb de neiging om iets te hoog te varen. Dat hebben heel veel wedstrijdzeilers. Het is niet altijd even verstandig. En zeker niet met de Mariehorn. En dat heeft te maken met... ja, gewoon het type boot. Als je... Ik weet niet of iemand de America's Cup volgt. Maar als je dat vandaag ziet, dan vaart dat met 637 knopen. Met 13 knopen wind. Nou, dan heb je hier niks mee te maken. Dat is een en al bubbel. Maar dan heb je over een heel andere boot. En over een heel andere snelheid natuurlijk dan... in principe is natuurlijk een Mariholm, vergeleken met alle andere grote boten, gewoon een wat trage boot. En althans, het gaat niet zo heel hard. We vinden zelf allemaal wel dat we hard gaan. Maar in principe is het natuurlijk gewoon toch even... Ja, het gaat gewoon niet zo heel hard. Maar het is gewoon het type boot. Adrie, ja? We moeten een beetje tempo maken, anders dan gaan we uitlopen. Oké. Ja, ik zie dat we de volgende die... er staat een heel verhaal op. En dat is eigenlijk een klein beetje wat we daarnet al hebben gehad. Het gaat vooral om die schoothoek. De standaard schoothoek, dit is heel belangrijk, de standaard schoothoek van de voorzeil. Dus het denkbeeldige lijn tussen de halve hoogte van het voorlijk. Dus dit is de helft van het voorlijk. Ik heb zelfs ook wel eens zeilen gezien waar hier gewoon een stukje een streep op geplakt of met een viltstift gezet, dus dat is dan de doorlopende lijn. En dan is dit je schoothoek. Er zit nou toevallig je leioog hier, zit hij goed. Staat hij hier, dan staat hij terecht. Zit hij hier, dan staat hij te verder vanaf. En je kan wel zien, als, dit is dan Genua, ongeveer. Ik heb dat zomaar even uit de hand getekend. Hoor. Dus het heeft niks met de werkelijkheid te maken. En ik denk dat deze zelfs nog, wat kan je... op het vorige plaatje zien. Kijk, dit is dan meer onze high-spec fok. Dus die staat veel rechter. En er gaan heel veel mensen mee in de fout. Bij het wedstrijdzeilen leer je dat natuurlijk heel snel af. Want dan vaar je gewoon zo hoog niet. Zo simpel is dat. Dus dat moet gewoon, dat moet kloppen. Dus het eerste wat je doet, is kijken hoe die hoek staat. En dan houden we dit niet helemaal lezen. Dan kan je daar later altijd nog even naar kijken. Maar het komt er in ieder geval op neer, wat ik daarnet al zei. Dat je met je schoot en het leioog je Genua zo zet. Dat die, vooral de Genua is dat heel makkelijk. Want dan zet je hem gewoon van boven
er bijna tegen, of zeg maar het centimetertje of 10 van de zaling af. En van onder bijna tegen het stag. Nou, dan zit je goed. En dan moet je natuurlijk ook naar het profiel blijven kijken. Of dat nog een beetje goed is, want dan moet je misschien met het stag, of met het val iets doen. Nou, zo ziet een zeil, dit is geen, dus een plaatje van Noordzeils, denk ik, wat ik gekregen heb. Maar dit ziet er wel, zo moet het er ongeveer uitzien. Ja, over die telltales sturen, daar hebben we het natuurlijk daarnet al een beetje over gehad. Dat moet je gewoon leren. En zo moeilijk is het niet. Je plakt er wat telltales op. Je hebt gezien waar, hoe en wat. Je kan ook van die pakjes kopen. En er staat er zelfs ook bij waar je ze moet plaatsen. En ga dan zitten op een plek dat je ze kan zien. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dan ga je gewoon sturen. En gewoon kijken wat er gebeurt. En dan alleen maar op die telltales sturen. Wel even rond blijven kijken natuurlijk dat je niet ergens opknalt. Maar in ieder geval gewoon een beetje naar boven en een beetje naar beneden. En dan als je daar een beetje in oefent, dan heb je dat zo door. Ik kan me tenminste nog herinneren dat die meiden van ons meegingen. En dat je dan een kind van 11, 12 jaar aan het roer zet van, goh ja, kijk jij nou maar naar de telltales. Nou, die hebben daar echt geen uren voor nodig. Dus dan kan een volwassen persoon dat ook wel. Nou is een kind misschien wel minder, ja, nou ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval, die kunnen het ook, dus waarom zouden volwassen mensen dat niet kunnen? Maar dit is wel belangrijk om daar natuurlijk gewoon naar te blijven kijken. Want dat is wel hetgene wat je doet. En als het, zoals ik daarnet al zei, je hebt ze in principe niet nodig, maar als het heel slecht weer is en het is heel nat, dan kunnen die telltales ook wel eens gewoon blijven plakken. Althans, je hebt ook wel telltales die dan waar blijven doen. Maar de meeste die gaan dan plakken. En dan moet je toch gewoon even op andere dingen gaan kijken. Dus dat wordt dan... Ja. Adrie, ja. Ik heb wel eens oude finjolzeiler horen zeggen dat hij altijd naar zijn voorlijn kijkt. Nog een keer? Ik heb wel eens oude finjolzeiler horen zeggen dat hij altijd naar het killen van zijn voorlijn kijkt in plaats van naar de telltales. Ja, nou dat is precies wat ik bedoel. Als je geen telltales hebt of ze plakken, dan kijk je gewoon naar het voorlijk. In wezen doet dat precies hetzelfde. Alleen de telltale die vertelt het wat, net even wat sneller dan dat voorlijk. Dan ben je eigenlijk al te laat. Of nou, te laat is een beetje een groot woord. Ja. Adrie, moet je ook het belang even vertellen van de telltales in je grootzeil. Want thuis ook kan je namelijk met je overloop, kan je precies zien als je daarmee werkt. Of waar je overal juist de juiste stroming van je grootzeil hebt. En dat ja, is, daar kan je dan ook precies op sturen. Ja, oké, okay, maar daar hebben we het er net over gehad. Met die vraag, met die boot van Verdaal. Daar had klare vragen over. Die waren hem dikwijls veel te hoog. En dat is ook heel veel mensen doen. Ja, Verdaal niet, maar er zijn mensen die dat overdrijven. Nou, dat komt straks nog op, denk ik. Op je grootzeil zitten inderdaad ook telltales. Wouter, moeten we hier ineens mee doen? Of moeten we dat maar later doen? Nou, laten we dit overslaan. Kunnen we straks even toelichten dat dit een applicatie is van Noord waarmee je kan spelen. Ja. En kijken hoe je moet trimmen. Heel erg leuk. Gewoon heel erg leuk. Mag ik nog wat vragen, Harry? Ja. Want ik laat wel mijn grootschoot vieren. En dat kan omdat ik mijn neerhouder heel strak aantrek met harde wind. En dat heeft... Ja, je bedoelt je overloop? Nee, als ik dus met heel vlagerig weer, dan trek ik mijn neerhouder heel strak. En dan laat ik wel mijn schoot vieren. En dat heeft als voordeel dat je dat veel directer kan doen dan je traveler. Ja. Ik en weet dat heet vengschieten. Ik wou dat zeggen, ik weet waar je dat geleerd hebt. Ja, dat deden wij op de jij ook. Maar ik mag niet te dik als J24 zeggen meer van Wouter en Michiel.
Want dat heb ik zo dikwijls gedaan. Maar ja, dat is niet voor het een of het ander. Maar daar leer je zoveel op het gebied van zeilen. En vooral op dit gebied wat jij nou zegt. Ja. Dat vind ik ook met toerzeilen, vind ik dat gewoon een voordeel. Ja. Dat als je dan aan de wind je neerhoud heel strak trekt, dan kan je met een gerust hart met je schoot spelen. En dat is dan ook helemaal niet zo zwaar. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dus voor toer is het wel fijn. Ja. En voor wedstrijdzeilen ook, maar voor toer. Ja. Voor wedstrijdzeilen ook hoor. En zeker als het hard waait. Want ik kan me herinneren die vraag van Menno. Ook over... Dat kwam daar ook over. Daar moest ik ook aan denken. Ik denk van ja, gooi je neerhouder strak aan. Daar moet je ook wel mee oppassen. Want ik heb mijn neerhouder wel eens meegebroken. Want op een gegeven moment zit er natuurlijk ook een eind aan. Je moet niet vergeten hem los te zetten als je afvalt. Nee. ja, je zegt het helemaal. Oké. Wouter, komen we hier nog op terug op die applicatie? Ja, ik noem het aan het eind nog even. Ja, oké. Maar het is wel heel leuk. Ja, hier moeten we gewoon even naar kijken. Ja, als je kijkt hier zo, die telltales, die doen allemaal precies zoals wij willen dat ze doen. Die telltales hier van achter. Dat grootzeil, die waaien uit. En je kan overigens ook best wel zien dat dat helemaal niet zo'n heel diep grootzeil is. Maar het gaat natuurlijk gewoon heerlijk dit, hè? Dit ziet er gewoon heel mooi uit. Oké. Hadden we het nog even... Oh ja. We hadden het daarnet over die... je trekt aan het achterstag. Dat is dit wat het verhaal wat ik daarnet zei. Je trekt aan het achterstag om het voorstag naar voren te halen. Dus dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar dit met de pre-band. Dus dit is de oude situatie. Dus dat je een hele zak in je voorzeil hebt. Dat is niet gering hoor. Als je voor, je moet maar eens kijken, als je voor een boot vaart, hoeveel die doorhangt. En niet alleen in deze zin, maar ook nog overdwars. De hoeveel die naar lij buigt. Dat kan met die boten van ons makkelijk 10 centimeter zijn. Hè? En als je hem goed strak hebt, dan krijg je natuurlijk een veel beter profiel. Dus dat is wel van groot belang. En dat is niet alleen dan van belang voor je hoogte, maar dat is dan ook nog eens van belang voor de spleetwerking. Want doordat het hele spul naar voren gaat, gaat het hier van achter openstaan. En als je dan precies je... Want het is ook altijd wel goed als je even aan het zeilen bent, dat er iemand bijvoorbeeld hier op het voordek gaat staan, of even helemaal aan lijn gaat hangen. Maar ik denk dat het handiger is om even op het voordek te gaan staan. Dan gaan we gewoon bij het voorstag zelf staan. En dan kijken naar die spleet of dat een beetje klopt. Als je natuurlijk heel veel zijt met elkaar, dan hoef je dat niet meer te doen. Want dan weet je gewoon dat het goed is. En kijk, deze Genoa, die staat zo dicht als maar mogelijk is. Je ziet daar ook de telltales prachtig stromen. En hier van boven ook. En als die natuurlijk hier goed staat, dan staat die bovenste telltale die je nou helemaal niet kan zien. Maar die staat ook, die streamt ook gewoon uit. En heel dikwijls is dat niet zo. En dat is jammer. Dan heb je gewoon wat minder hoogte. Daar is het allemaal om begonnen. Zeker met wedstrijdzeilen. Maar nou, ik neem aan als je toerzeiler bent en je hebt zo'n bootje, dat je dan vanzelf een klein beetje enthousiast wordt. Dat kan ik me zo voorstellen. Oh ja, dus dat plaatje waar we het daarnet over hadden. Deze is, nou ik zou niet zeggen heel erg overtrokken, maar best wel. Kijk, je kan hier zien. Kijk dit, dat hij niet meer uitwaait. Dus die is op de schoot. Wat we daarnet zeiden. Oh, wacht even. Dat kan niet goed zijn.
dan is die gewoon te strak aangetrokken. En dan krijg je toch dat het grootzeil gaat stallen, zoals dat heet. Dus dan krijg je wervelingen achter het grootzeil. Je kan beter een klein beetje de schoot veren. Kijk, want die kan nog beter eigenlijk zijn overloop meer naar boven halen en dan wat spanning van zijn grootschoot halen. Of sowieso. Maar dan heeft hij waarschijnlijk hier wel wat minder. Ik kan niet goed zien. Nou, er staat gewoon overtrokken. Je kan het hier ook zien. Die is gewoon overtrokken. En dan ga je wel hoog. Maar niet hard. Nou ja, dat is nou die combinatie waar we het er net over hadden. Van goede hoogte, maar ook goede snelheid. En niet te veel, maar ook weer niet te weinig. En dat moet je leren. En dit is ook wel een mooi setje hoor. Dat is zeker die Grand Segel set. Ja, oké. Okay. Ja. Mooi. Maar dit is dan toch ook... Volgens mij staat die tent er bovenin, staat die helemaal teruggeslagen. Als ja, het goed ziet. Ja, dat zei ik net. Ja. Jacob. Inderdaad, dat... Dan is die schoot overtrokken. Dat mag. Kan ook doen. Die kan ook gewoon zeggen van... Ja, wacht even. Ik wil die boei die hier ligt, die wil ik halen. Nou, dan is dit de manier. Ja. Dus dat kan ook gewoon bewust zijn. Maar heel dikwijls is het onbewust, hoor. Dat is wel zo. Ja, daarna hadden we het over gewichtstrim. Ja, je moet je eens voorstellen, want ik geloof niet dat ik die foto erbij heb, maar ik heb ook een foto dat er 3 mensen in de hangbanden hangen. Dat zie je hier in Nederland niet, maar in Zweden hebben we dat wel gezien. Dus dan is dit wel het tegenovergestelde. Dan kan je voorstellen dat deze 3 gewichtige mensen buiten hangen in de hangbanden. Nou, dan is er toch wel een groot verschil. En dan zit er toch wel, denk ik, een paar 100 kilo aan de verkeerde kant. En dan vaart de boot gewoon hoger en beter. Wat ik ook nog, want dat is ook dikwijls een opmerking van een grootzeil. Want dat grootzeil heeft een mooi profiel. Kijk maar hier zo. En dit gedeelte, heel veel mensen denken dat dat fout is. Dat dat weg moet, dat je dat weg moet trimmen. Je kan dat natuurlijk, als je de kunning hem aantrekt, dan is het weg. Maar dat is, in principe doet het niks, dit. Dus als je het niet mooi vindt, dan moet je het aantrekken, maar... In principe maakt het niks uit. Het belangrijkste is gewoon dat je, kijk maar hier zo, dat profiel, dat het er mooi op staat en dat doet het. Dat is het belangrijkste van allemaal. Nou, dit is gewoon ook zo. Dus ook een stukje uit Hellevoetsluis. Dat is wel heel duidelijk. En dan kan je toch zien dat al die verschillende boten toch weer allemaal een ander... En dit zijn wij. En dan kan je toch zien dat dat profiel hier dan toch weer even anders is dan... deze heeft geen draagstrijps. Dit is de boot van Klaar. En dan heb je... Kijk hoe mooi dat profiel hier staat. En dat die ding uit... Kijk, je ziet hier ook die telltale. Half uitwaaien. Even kijken, waar zit ik nu? Ja, ja. Deze prima, die ook. En er wordt gehangen, Arie, dat wou ik wel even laten zien. Wat zeg je? Er wordt gehangen. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat is nog een heel dispuut, ook bij... En heb je geen hangbanden voor nodig, hoor? Nee, dat is ook zo, maar het is wel heel effectief, hoor. Ik heb het dan wel in het voorste gedeelte nu nog. En ik had het in het achterste gedeelte ook, maar daar was mijn bemanning niet zo heel blij mee. Maar het blijft toch wel een dispuut. Ik denk toch dat het... we hebben dat in Zweden gezien. Die varen verdomd hoog, hoor, die daar. Dus dat doen ze sowieso al.
De eerste keer dat we daar gingen varen, dan dachten we, nou, kunnen we terug naar huis, want die varen allemaal de andere kant op. Maar ja, dat is leuk. Maar inderdaad, het scheelt wel of je nou hier zit op de kant zoals jij doet. Of jullie, dit Marleen zeker. En, of dit, hè. Of zelfs nog aan de lage kant zit. Ik weet eigenlijk niet wie dit is. Wouter, weet je wel? Ja, ik denk dat dat Maarten de Rader is. Ja. Oh, dat is, ja, natuurlijk, ja. Er staat nog Hegel. Ja, dat kan het wel. Ja, oké, maar verder niks uit. Dus voor zijn schilderbeurt. Ja, dat is duidelijk. Ja, ja, dat is een heel ander soort geel, inderdaad. Nou, dit is gewoon omdat het zo leuk is. Er zijn natuurlijk sowieso prachtige plaatjes van de Kaag. En ook wel heel leuk om te zien dat hier zo Jansa, die heeft een heel ander setje zwaar weerzeilen als Sister Ray. Die heeft dan wel die racejip van Noord, zoals ik er ook een heb. En die heeft waarschijnlijk een oud grootzeil of zo, maar die heeft er wel een rif in. Maar het maakt allemaal niks uit, want dit blijft natuurlijk gewoon fantastisch. Het is echt een feest om met dit soort weer met die boot te varen. En dan heb ik het nog maar niet over spinhakeren. Rijmewind. Ja, daar kan je heel veel over zeggen, maar ik kom eigenlijk op hetzelfde neer. Nee, dat is niet waar wat ik zeg. Dan komt hetzelfde neer. Je moet natuurlijk vooral naar je profiel kijken. Maar dan heb je juist dat alles veel losser moet. Eigenlijk moet alles zo los mogelijk. En je kan dat hier mooi zien aan de Genua. Dat staat echt, dat is eigenlijk precies zoals ik daarnet bedoelde. Van zet het gewoon eens wat losser. En dan kijken wat er gebeurt. Als je hiermee aan de wind gaat varen, dan is dat heel moeilijk sturen. Dus dat ga je niet redden. Maar mijn ruime wind. Het gaat om de diepte. Je vaart natuurlijk laag, die vaart dan geen hoogte meer. Dus dan moet de power die moet uit dit gedeelte komen. Dus dit mag gewoon best even wat minder doen, dat doen we wel mee. Maar dan, hier moet het uitkomen. Daarom zeg je alles zo los mogelijk. Nou vaart dit ook nog, dit ook nog wel halve wind of zo, denk ik hoor. Misschien nog niet echt de ruime wind. Nou, maar dit is natuurlijk duidelijk. Hè? Dus gewoon zo weinig mogelijk. Ook weer, je kan het hier ook zien. De tijl tijdens laten streamen. Dat is dus niet makkelijk hoor. Met, en zeker niet met licht weer. Om het grootzeil echt met bakstofwind. Om die tijltails naar buiten te laten flapperen. En als het behoorlijk gaat waaien. En dan moet je op een gegeven moment, dan gaat er aan je Genua iets klapperen. Of van boven of van onder. Meestal is dan de oplossing toch om gewoon van onder een beetje aan te trekken. Dat hij dan van boven niet meer kapot klappert. In ieder geval. En dat hij dan, ja, dan doet hij gewoon iets minder. Dan is het, als het zover is, is het misschien eigenlijk tijd om je spinhaker te hijsen. Maar dat is niet verplicht, uiteraard. Ja. Misschien is het wel leuk om iets te zeggen over je neerhouder voor de wind, want die is best wel belangrijk. Neerhouder van je giek. Ja, je bedoelt in deze situatie. Ja, daarmee reguleer je, als je met je neerhouder reguleer je, zeg maar, hoe open je zelf van boven staat voor de wind. Ja. En dat is super belangrijk. Als je het loszet, ga je rollen. Ja. En als je strak trekt, gaat de boel dicht. Ja. Nee, helemaal gelijk. Terecht opmerking, dankjewel. Want inderdaad kan je dan met je, want je kan natuurlijk met je grootschoot bijna niks meer. En dan heb je met je neerhouder, heb je gewoon, die neem je als het ware het controle over. Ja, helemaal goed. Nou, we hebben eigenlijk over dat spinhaker hebben we bedacht dat we daar wel een webinar op zich over kunnen houden. Dus wedstrijdzeilers weten uiteraard precies waar we het over hebben. Maar het moet toch wel even genoemd worden. Ik heb hier even erbij gezet.
als je gaat spinakeren en je wilt dat een beetje veilig doen. Nou, als ik dat zo zeg, dan lijkt het net of spinaker op zich gevaarlijk is. Maar, want dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar je moet gewoon weten wat je doet. Want dat is dan toch gauw een 35 vierkante meter zeil. En als dat er met jou op de loop gaat, ja, dan moet je nou net voor zorgen dat dat niet gebeurt. Maar daarom zeg ik altijd tegen iedereen die vooral in het begin gaat spinhakeren, want het is fantastisch om te doen. En als je het helemaal gedaan hebt, dan wil je nog meer. En dan doe je het met windkracht 3 en dan doe je het met windkracht 4. En nou ja, voor ons is er weinig limiet aan om met de spinhaker te varen. Maar dan is het gewoon hartstikke leuk, alleen je moet even weten wat je doet. Daarom is het mijn advies, als je gaat spinhakeren, zet eerst die grootzeil op. Als er ook maar iets gebeurt, dan... Kijk, als je met aan de wind aan het varen bent en je gooit alles los, dan is de druk overal uit. En dat moet je nou met de spinhaker net niet doen. Bij een spinhaker en je hebt je grootzeil op, dan laat je... als het echt fout gaat, de een of andere manier, denk ik van, doet die boot iets wat ik helemaal niet wil, dan trek je eerst de lei aan. Trek gewoon de, ik weet niet wat het volgende plaatje eigenlijk. Nee, dat is niet zo heel veel. Ja, toch. Kijk, als je deze aantrekt, de lei, trek je gewoon de spinhaker dood. En als je dan vervolgens de spinhakerboom tot aan de voorstaag laat gaan. Nou dan en zeker als je een beetje voor de wind vaart, dan is de druk er zo uit. En dan gebeurt er niks. En als je dan weg wil laten halen, of weg wil halen, dan trek je de lei verder naar binnen en dan de loefschoot los en dan laat je hem zakken. En dan gebeurt er voor de rest helemaal niks. Overigens is dat met de genhaker precies hetzelfde. Ik ben zelf geen groot fan van een genhaker, omdat dat gewoon zijn beperkingen heeft. Behalve als je eventueel toch een spinhakerboom hebt, waar je hem dan wel op zet. Maar goed, dan kan je ook net zo goed spinhakeren. Overigens kan je met een spinhaker ook wel gewoon... Een spinhaker kan je gewoon ook als genhaker gebruiken. Ja, als je een spriet hebt of je bent hem ergens aan de voorkant vast, kan je daar ook gewoon heel makkelijk... Je spinhaker gewoon als schenhaker gebruiken op precies dezelfde manier. Adrie, hè, misschien moeten we inderdaad concluderen dat voor het spinhaker, dat we daar, als daar belangstelling voor is, maar dat kunnen we zo wel ophalen om te kijken dat we daar een keer extra aandacht aan besteden. Ja, nou, we hadden natuurlijk al afgesproken dat het leuk zou zijn om eens wat filmpjes te maken van... Als doe dan ook in combinatie met die genhaker. Want ik vind het juist een verschil tussen een genhaker en een spinhaker vind ik wel geweldig. Ja, nee, ik heb ieder zijn ding. Maar ik heb best met bij vrienden die dan geen spinhaker hadden, maar wel een genhaker, best veel gezeild. En ik zie elke keer de beperking, en daar zit hem dan vooral in, dat je voor de wind natuurlijk nauwelijks iets kan... klaar kan maken en dan moet je gaan gijpen. En nou, ik zou je vertellen, ik vind gijpen met een grote genhaker veel lastiger dan met spinhaker. Kijk maar wat hier zo, dit plaatje, wat hier in Michiel aan het doen is. Ja, dat hebben wij al zo dikwijls gedaan. Ik bedoel, daar draaien we ons hand niet meer voor om. En zeker niet met dit soort weer, maar ook met windkracht 6 kunnen wij gewoon gijpen. En ik heb al van alles tevoorschijn zien komen met gijpen van genhakers. Dus wat overigens wel kan met een genhaker als je voor de wind wil varen. Je ziet het eigenlijk nooit, maar dat hebben wij wel gedaan. Dat was waarschijnlijk wel omdat ik zelf zat te zeuren van ja, je kan niet voor de wind varen met een genhaker. Dus maar één manier waarop je dat kan, en dat is dat je... Gijpt, dat je het grootzeil gijpt en je genhaker laat staan. Dus dan ben je eigenlijk ook aan het vlinderen. Dan vaar je eigenlijk op de gijp.
Ja, dus dan moet je niet te veel loeven, want anders dan kom je, of afvallen, bedoel ik. Want dan komt natuurlijk je grootzeil over. Dus dan moet je dan wel even vastzetten, of in ieder geval borgen dat die schik niet om je oren vliegt. Maar dat kan wel. En uiteraard een spinakkerboom ertussen, maar ja, zoals ik al zei. Dan kan je net zo goed een spinakker nemen. Nou ja, dit plaatje heb ik er maar bij gezet. Dat is niet van een EF. Dat kon ik zo gauw niet vinden. En ik had het zelf willen maken, maar daar ben ik niet meer aan toegekomen. Maar dat geeft wel aardig weer wat je, zo, ook op deze foto, wat je zoal nodig hebt voor een spinakker. Uiteraard de boom. Met je, er zijn er die je dan hier zo de ophalen hier aan doen. Maar ik maak het liefst gebruik van de spruit. Om dat de krachten een beetje te verdelen. Dat is van boven en van onder zo. Die loopt bij mij naar de mast en naar achter. Die zit dan hier op mijn dashboard. En de ophalen, idem dito, die komt hier naar beneden. En die gaat hier ook naar achter. Die zit overigens ook nog met een klemmetje hier. Maar nou zijn we al de boot aan het inrichten. We hadden afgesproken dat we dat niet zouden doen. Maar ik wil even laten zien wat er dan om te pas komt. Je hebt hier de loefschoot zitten. Op dit moment is dat dan nog loefschoot. En de lijschoot die zit nu hier aan. En die gaat Michiel omzetten. Of heeft hem omgezet? Dat weet ik even niet. En dan heb je nog een barberhouder. Die trekt dus de loefschoot en of lijschoot aan de zijkant naar beneden. Dus dat is dit dingetje. Dit is de barberhouder. Er zijn mensen die denken dat dat is om de schoot vrij te houden van de giek. Dat kan ook, maar het is bedoeld om de kracht op te vangen die hier op de spierboom staan als je aan het reachen bent. En dan wordt deze aangetrokken naar beneden, dus dan wordt hij helemaal naar beneden getrokken tot op dekhoogte. Dus dan komt de kracht van daar komt hier op te staan in plaats van helemaal achterin. En dat is een groot verschil. En bovendien, als je voor de wind vaart en het gaat echt poeieren en de boot gaat een beetje slingeren, dan trek je die gewoon allebei aan. En dan is je boot veel stabieler. Plat voor de wind sturen met deze boot, nou, dan moet je wel een beetje kunnen sturen. Want die heeft, als die helemaal gaat rollen, dan is het kwestie van opsturen natuurlijk. En dan gaan we ook wachten tot hij ermee ophoudt. En dat doet hij dan ook gewoon. En dan blijft hij gewoon gaan. En nou, dat is een leuke, enerverende beweging. Dat kan ik je vertellen. En dan hebben we nog wat hulpmiddelen. Als je nou alles wat we hiervoor hebben besproken de laatste, oei, dat is al bijna 10 uur. De laatste 2 uur. Dan heb je hier heel veel aan. Heb je sowieso heel veel aan. Maar er staat, als je nou hier goed op kijkt, zijn er dan 2. De 2 kanten bedoel ik. Dus een tramkaart die kan je kopen bij het blad zeilen. Voor een paar euro's geplastificeerd. Dus ideaal als je er nog eens naar wil kijken. Of dat je denkt van, goh, leuk geheugensteuntje. Je kan hem aan boord leggen of je kan er 2 koop, eentje aan boord leggen en eentje thuis. Leuk om nog eens op te kijken. Zelf kijk ik er nooit op. Ik heb er ook één, maar we hebben het toen gekregen met het blad. Maar er staat wel heel veel informatie op, hoor. Ook waar we het nu allemaal over gehad hebben. Dus dat is toch best wel leuk. Dit is een andere spiekbriefje. Het is al heel oud. Dat zat in een boek. En ik denk van, nou, dat is eigenlijk niet verkeerd. Er staan ook heel veel van die dingen, maar wat moet je doen? Veel wind, vlak water, nou, voorst achter los, geen hoogte, enzovoort, enzovoort. Leuk om nog eens naar te kijken. Dit is het grootzeil van Petra en Arno, van hun nieuwe schuit, deel uit 29. Mooi ding, hoor. Dat is een grootzeil met een doorgelat grootzeil. Dit is een soort geheugensteuntje voor je startspanning van Wouter.
Niet verkeerd hoor, als je dat allemaal een beetje bijhoudt, dat je een beetje weet van hoe zoveel spanning opstaan op die stagen. Er zijn meer voor de wedstrijdzeilers, ik denk dat de doorzeiler dat nauwelijks doet, maar als je het leuk vindt, nou, hartstikke mooi, gewoon doen, als je er steun aan hebt. Heel veel van die wijsheid die ik vanavond heb tentoongespreid, komt uit dit boek, zo heel oud. En het leuke is dat Michiel dat ooit een keer heeft meegenomen. Dus gedigitaliseerd. En er is een pdf van gemaakt. En ik weet niet of we dat op de site kunnen zetten. Of dat we dat... Ja, Adrie, het staat op de site. Oh, staat op de site? Ja, op de kennisbank onder zeiltechniek. En daar staat ook de trim... Ja, dit is de trim guide. En ook die advanced racing... En de tuning guide van de North Face staat al, North Sail staat en er staat ja, oké. Okay. Ja, maar de trim guide is wat anders dan dit, hè? Ja. Maar dit, ja, oké. Okay. Ja. Oh, super. Nou. Dus er staat heel veel in, hoor. We zijn nog niet zomaar klaar. Ik bedoel, wat we nu gedaan hebben, was wel redelijk veelomvattend, maar niet te min. Nou, dit plaatje kwam ik ook nog tegen. Ik dacht, nou, dat is toch wel zo. Hebben wij dus ook gevaren. Met de goofies, met zo'n snor. Nou, dat doet het wel, hoor. Dat zijn toch wel leuke dingen. Dit zal ergens in Zweden zijn of zo, denk ik. Of Noorwegen. Ik ken die brug niet. Maar. Of is dat de bridge? Nee, toch? Nou ja, het doet er ook onderdeel niet. Onderdeel van. Ja, het zou zomaar kunnen. Hans Bartels vroeg van, wat heeft het nou nog voor zin om te gaan... gaan spinnen, varen met je spinhaker. Als de boot al op romsnelheid loopt met een fok en, of een Genoa en een grootzeil. Je gaat toch gewoon harder. En het is leuk. Ja, dat hebben ze al zo dikwijls gezegd. Maar dus ze maken mij, dat kunnen we uitproberen. Laten we het maar een keer doen. Maar met kracht 6 even gaan... gaan varen en de een vlinderen. Hè? Dus melkmeisje, of hoe je het dan ook allemaal mag noemen. En wij met de ski op. Ik heb dat wel eens gedaan, Adrie. Hè? Ik heb dat wel eens gedaan. En het maakt niet super veel uit, maar dit plaatje laat zien waarom het uitmaakt. Elke keer dat je op een golf komt, dan kom je boven je romsnelheid uit. Ja. Dat is het verschil. Zeker weten. Wij hebben vorig jaar, 2 jaar terug... Op de Brasum een keer, waar waren we al buiten. Toen ging de wedstrijd niet door omdat het te hard woei. En toen hebben wij nog even de ski op gehad. Gewoon omdat het zo leuk is, zoals ik net al zei. En toen gingen we toch gewoon 9 knopen. En nou, dat doe je echt op je grootzeil en op je fok niet, hoor. En maar zoals ik al zei, en zeker, wij hebben het dan gedaan, Michiel en Wouter erbij op de Schelde. Dan met die golven. En de laatste keer met... Hoe noem je dat ding? Big Yellow Taxi. Big Yellow Taxi. met Len. Ook bij de Goofies. Toen waaide het ook. Nou ja, het stroomt van de dijk werkelijk waar. En dan die speed erop, jongen. En dan die versnelling alleen al. Ja, ik ben fan. Dat is duidelijk te horen. Maar dit is ook wel een speciale speed die je dan hebt, Adrie. Ja, dat is een zwaar weerspeed die wat smaller is en wat zwaarder gemaakt. Maar niettemin, dus de hoop nog wel, denk ik, in de buurt van de 30 vierkante meter. En die speciaal ook voor rietje, dus voor hoogvaren met niet zo heel veel wind uiteraard. Maar verder, dat hebben we gezien. Hè. Dat was zeker de laatste goofies dat we gaan varen hebben, dat we zo hoog gingen. Ja, dat zijn gewoon leuke dingen. Dus je kan natuurlijk eindeloos met het bootje knoeien. Okay. De vraag is even nog of er behoefte aan is. Nou, we hadden zelf gedacht van misschien aparte behandeling van spinhaker. Mensen die zeggen, goh, dat wil ik leren. Nou, ik heb in de zomer, ik heb... altijd op mijn bootje ligt in Collegeplaat. En er liggen vast nog wel ergens anders ook bootjes waar je op kan varen. Of bij de mensen op de boot zelf. Daar wil ik ook best wel eens een dagje komen. Zeg, goh, vind je het leuk om eens een beetje wegwijs te maken?
En we willen ook nog wel eens foto's, filmpjes maken. Allemaal dingen die allemaal kunnen. Of mensen die het gewoon niet met mij eens zijn. Dat vind ik eigenlijk dan nog het allerleukste natuurlijk. Kom maar op. Oké. Adrie, misschien moeten we de laatste dia even kijken of de vragen beantwoord zijn en gaan afronden. En mensen kunnen natuurlijk altijd voortborduren op de mail of op het forum. Ja. Of in de WhatsApp groepen die er zijn. Maar we hadden nog een paar vragen. Moeten we die nog behandelen of is dat te laat? Nou, ik zal ze nog even naar voren halen. Het zijn deze. Dus misschien is het leuk als Menno even zijn microfoon openzet en nog even... Maar misschien zijn er in die tussentijd wel een paar vragen. Ik heb ook nog een paar vragen opgeschreven die we ook kunnen nog behandelen. Maar misschien is het leuk om Menno te vragen om nog even naar zijn eigen vragen te kijken. En of hij meer informatie heeft gehad. Ben je er nog, Menno? Ja, zeker. En die zijn wel min of meer beantwoord, hoor. Ik had ook mijn eigen theorie er wel over. Maar ik... Tuurlijk, zijn allemaal eigenwijs. Maar wat ik wel, zeg maar... Eén vraagje dan nog van... En dat komt omdat ik altijd natuurlijk discussie over heb met Agen. Over moet die grootschoot overloop, moet die nou omhoog met veel wind op een gegeven moment nog... Om extra twist bovenin je grootschoot te krijgen, zelfs met wat hardere wind... Of betaalt dat niet uit tegen de helling die dat dan oplevert? Hè? En ik ben benieuwd hoe Adrie dat ziet. Dus met veel wind. Eigenlijk de derde vraag, hè? Ik heb die zitten lezen, ja. En dat is wel een hele leuke vraag. Omdat je op een gegeven moment, zoals je zegt, er zijn grenzen wat bachstagspanning kan doen. Je hebt inderdaad met heel veel wind... En bepaalde, net als hier op de Schelde bijvoorbeeld, kan het natuurlijk nog zo vreselijk golven ook. Alhoewel dat op het IJsselmeer ook zeker wel kan. Maar dan heb je natuurlijk toch gewoon een toestand dat je zegt van, nou ja, het is nou nog wel, ik ben nog wel aan het zeilen, maar ik wil ook een klein beetje oppassen voor mijn hachie. Of voor mijn materiaal. En dan ga je natuurlijk gewoon anders varen. Bij mij is het al lang zo geweest. Zeker bij mijn achterstagspanning. Ik trek eraan tot het breekt. En dat wordt natuurlijk ook niet bij iedereen hetzelfde ervaren. Je kan ook zeggen van ja, wacht even, nou gaan we niet verder. En dan kom je inderdaad op een punt... dat je wat Klaar zei daarnet over die neerhouder. Als je natuurlijk die neerhouder goed strak zet en je gaat dan en je zet gewoon je overloop pak een beetje in het midden of zo of laag en je gaat dan gewoon spelen met je grootschoot, dan gaat komt er natuurlijk heel veel twist in je grootzeil te zitten en dat is net precies wat je nodig hebt. En dan kan je dat beter doen dan dat je de boel helemaal onder spanning zet en dan toch proberen nog echt, want dan maak je natuurlijk niet meer zo'n hoogte. Dan blijf je wel goed overeind. Dat is denk ik wat je bedoelt, toch? Ik heb je antwoord gekregen. Ja, ik denk dat ik hem gedeeltelijk snap. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben tevreden, ja. Nou, oké. Okay. Fijn, dank je, Menno. Govert, ik weet niet of jij ook nog... aanwezig ben, want je had er iets gevraagd over het meten van je wandspanning tijdens het zeilen. Daar hebben we denk ik niet direct antwoord op gegeven, maar heb je wel voldoende antwoord gekregen op je vraag? Nou, ik denk dat mijn vraag nog een beetje voor mij te voorbarig is. En dat ik eerst met gewoon statisch de wandspanning aan de slag moet. Ja, ik denk het ook. Ja. 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 Dus ik laat hem liggen. Ja, ja. En ik denk met toenemende wind en een loskomend hoofdwand, zeg maar, dat is eigenlijk de maat om meer spanning erop te gaan zetten. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, maar anders kom je natuurlijk in de categorie
stagspanning en stagmeting en al dat soort zaken. Ik zit ook te denken aan misschien nog eens een keer een verhaal of iets voor de kennisbank of misschien ook wel in een presentatie voor het beslag wat je dan allemaal nodig hebt. Maar kijk, dat is voor een toerzeiler en dat is een totaal ander verhaal dan voor wedstrijdzeilers. En ik ben in de grond van mijn aard van het beestje toch veel meer wedstrijdzeiler dan toerzeiler. Misschien kunnen we ook een vraag stellen. Er zijn een aantal wedstrijdzeilers die zeilen met gecalibreerde wandspanningsmeters, zeg maar. Je bedoelt die gecalibreerde spanners. Spanners. En dan wordt het een ander verhaal. Dus misschien kunnen we vragen of die een keer wat willen toelichten. Ja, ja, dat is leuk spul. Ja, absoluut. Hey, en ik had nog twee vragen vanuit de chat van Bart. Ik weet niet of Bart er nog is. De ene ging over het grootzeil plus de mastbuiging. En de tweede vraag ging over de overloop en de invloed daarvan. Hoe hoog of laag? Ben je er ja, nog? Ja, ik ben er nog, Wouter. Ja. Inderdaad. Ja, dus inderdaad, de overloop van het grootzeil. Kun je me horen of niet? Ja, ik hoor je goed. Ja. Ja, dus ik ben niet zo'n pro als jullie allemaal zijn. Maar ik vraag me dan af hoeveel invloed het heeft om de grootschoot van de overloop van Loeven naar Leij te variëren. En wanneer het meer impact heeft bij welke koersen. Ik denk dan dat het bij ruimere koersen meer invloed heeft dan hogere koers. Maar ik weet niet of je daar iets over kan vertellen. Ja, die als het behoorlijk waait. Dus zeg maar een windkracht, vanaf windkracht 4-5. Eigenlijk gebruik je de overloop altijd. En bij licht weer om het grootzeil naar boven te trekken en bij zwaarder weer om hem te laten zakken. En dan probeer je natuurlijk toch zoveel mogelijk power in het grootzeil te houden. Zonder dat je pak een beetje 30 of 35 graden helling hebt. Want dat is natuurlijk, dat is nou vandaag niet zo heel erg besproken, maar de helling bepaalt natuurlijk ook veelal de manier van varen en het is niet de bedoeling dat je ongeveer over het water gaat. Dus, en bovendien is het ook nog helemaal niet prettig. Ja, maar ik vind ook dat, zeg maar, als je kijkt naar, als ik nou zo'n schip zou ontwerpen, hè, dat is nu 60, ik weet niet hoe, lang geleden, hè, heeft iemand zo'n ding ontworpen. Een heel, echt best wel cruciaal ontwerp is natuurlijk die overloop. En heel veel boten hebben een overloop. Het is een vrij smal schip. Dus die overloop is niet heel breed. Het heeft heel veel invloed op het ontwerp en van het schip. Ja. Maar in mijn ervaring, maar ik ben echt, zoals ik zeg, ik ben een leek. Heeft het maar op bepaalde koersen wat invloed, maar niet zoveel. Terwijl het toch heel veel invloed heeft op het ontwerp. Wat zou het nou verschil zijn als je gewoon die overloop niet zou hebben en bijvoorbeeld of die overloop verder naar achter zou zetten of zo vastzetten midden in de voet van de kuip. Ja, ik weet niet. Wat is jouw, wat denk jij? Oh, dat bedoel je. Ja, oké. Dus helemaal zonder overloop varen. Ja, ik vind die overloop, ik begrijp het nut wel. Technisch begrijp ik het wel. Maar hij is zo smal. Het schip is zo smal. Ja. Welke invloed heeft dat ding nou? Ik begrijp wat je bedoelt. Dat is hij. Er zijn mensen, ik ben foto's tegengekomen, die zijn meestal in de Scandinavische landen, denk ik, dat er eentje, die had twee kettingjes, dus waar bij ons de eindeinden zitten van de overloop, had hij een kettingje aan en die kwamen in het midden bij elkaar en daar zat zijn grootschoot aan. Dat was zijn overloop. Ja. Ja. En als je dan in de haven ligt en je doet één kettingje los, dan heb je dus gewoon een vrij kuip. Ja, het is maar net wat je wil. Ik zou hem niet willen missen. Maar ik snap wat je bedoelt. Wat kan zonder? Nee, ik begrijp dat je zegt, ik zou hem niet willen missen. Want het is natuurlijk heel delicaat. Hè? Dus ik denk dat je een hele goede zeiler moet kunnen zijn
en heel competitief moet kunnen zeilen en willen zeilen om het voor het, zeg maar, het voordeel van die overloop te kunnen hebben. Maar hoe groot is die invloed van die overloop? Bart, ik heb een vraag. Heb jij tandtails op je achterlijk zitten van je grootzeil? Ja, volgens mij wel. Ja. Dan, ik weet niet, ik heb er zelf heb ik er vier zitten. Als je dus de volgende keer aan boord komt, dan moet je eens even met, met de overloop gaan spelen ten opzichte van je tandtails. Ja. En dan zou je zien wat voor effect het heeft op, jou, op je zeil. Nee, dat begrijp ik wel. Hè. Ik begrijp dat je, als ik mijn overloop maar naar Loef of naar Lei zet, dat het heel veel verschil in druk levert in het zeil. Dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik zeker. Dus, je zou liever zonder varen, begrijp ik eigenlijk? Nou, ik vraag me af, zeg maar, of... Ja, het scheelt op een mijl, dat zijn een halve meter aan iedere kant waar die overloop zit. Dat is een meter twintig. Ja, aan iedere kant, hè, loop van de lei. Eén meter aan iedere kant? Nee, minder denk ik. Toch? Een meter? Ja, misschien een meter. Nee, niet eens een meter. Van midscheep... Nee, de overloopbalk is 1 meter 10. Nee, is 1 meter 20. Ja, dus 60 centimeter iedere kant op. Ja. Scheelt het. Nee, maar als je... heb je de vraag daarnet, of de opmerking van Klaar gehoord? Want die had het erover om naar voor de wind veel met je... neerhouden te werken. En dat is dan eigenlijk antwoord op jouw vraag. Je kan makkelijk zonder overloop varen, maar dan moet je veel meer op je neerhouder gaan varen. Ja, dat bedoel ik. Ja, die neerhouder, die heeft veel meer invloed, denk ik ook, ja. Ja, maar dan moet je wel heel sterk zijn. En dan moet je niet vergeten dat daar natuurlijk op die plek wel heel veel kracht komt. Afgezien nog van de hefboom die de je grootzeil, dus je giek maakt met die neerhouder. Want er komt veel kracht op, hoor. Maar dat is dat voor de wind sowieso. Ja. Hey mensen, ik ga heel even inbreken. Want we beginnen lekker uit de tijd te lopen. En ik zie ook dat er al wat mensen beginnen weg te lopen inmiddels. Af de haak, zie je het ook, ja. Dus ik wil in ieder geval voor iedereen die er nog is, ook heel erg bedanken voor wie er voor jullie aandacht. En dan zeker ook voor de grootte van de groep. Echt fantastisch. Ja, leuk. En ik denk dat de mensen die nog even willen blijven hangen en doordiscussiëren, dat we dat vooral moeten doen. En wat mij betreft is wat dat betreft ook wat meer de microfoons open. Adrie, ik denk dat we moeten concluderen, zeker gezien hoeveel mensen die zijn gekomen en ook hoe lang ze zijn blijven hangen, dat het heel succesvol was. En ik moet zeggen, ik vond het er fantastisch uitzien wat je neergezet hebt. Dankjewel. Ik vond het heel leuk om te doen overigens. Dus wat mij betreft, niet volgende week weer, maar best wel. Ik vond het heel leuk. Uitzetten. Adrie, je had het in de